voordat je bent, voordat we iets gaan zeggen, vandaag zijn er major spoilers voor, ik denk, basically alle Marvel films, misschien alle Marvel comics ook. Ik denk dat wel meevalt, maar... In ieder geval, als je Endgame nog niet gezien hebt, Infinity War nog niet gezien hebt... Moet je nu uitchecken. Moet je nu fucking uitchecken. Precies, want anders heb je geen fan. Oké. Okay. In ieder geval. Waar ik vandaag over wil hebben is sowieso een heel belangrijke Thanos. Want je weet hoe ik over Thanos denk. Ik denk dat hij gelijk had. Maar even over die Marvel films. Mm-hmm. Want wat ik echt vet vind aan die Marvel films is... Zeker na Civil War een beetje, denk ik. Misschien nog eentje daarvoor is dat... het zijn echt grote fucking films. Mm-hmm. En iedereen kijkt ernaar. En het voelt een beetje een soort van... Als de hedendaagse mythologie waar bepaalde super... belangrijke vraagstukken of whatever in uitgespeeld worden. Een soort van theater. Dus Ultron is van, wat gaat de AI doen? Wat gaat daarmee gebeuren? Dan heb je AI wat heel slecht kan zijn en AI wat heel goed kan zijn. Mm-hmm. Vision. Ja. Civil War, ik weet niet meer zo goed wat daar gebeurde precies. Ja, het grote probleem was van, wie neemt de consequenties op zich op? En wat zijn de consequenties van als mensen zeggen van, oké, er is een enorm probleem. Deels ook door onszelf veroorzaakt. Mm-hmm. En ik bedoel, als je kijkt naar de Avengers, dat zijn geen mensen die je kan houden aan de standaard van normale mensen. Ja. Want, ik bedoel, Thor die kan shit kapot slopen. Wat die wil. Ja. Captain America hartstikke sterk. Het zijn gewoon larger than life figures. En als zij iets heel groots veroorzaken, maar ze lossen het wel op, waar ligt dan de balans? En moet ik ook zeggen dat ik even niet meer zo goed weet. Maar het komt erop neer volgens mij van... Hè, zij moeten zichzelf verantwoorden en ze moeten op de government payroll komen. Mm. Dat is basically waar het over gaat. Ze moeten, hoe noem je dat? Gemonitord worden. Gemonitord worden, gelegaliseerd of gereguleerd worden. Ja, dat is een beetje het ding. Ja, ja, ja. En dan heeft Captain America zoiets volgens mij van... Nee, dat is un-American. Dat is un-American en daarmee kunnen we niet de levens redden die we kunnen redden. En Tony Stark is dan meer van... Ja, precies. We moeten dat wel doen. Ook natuurlijk deels omdat het zijn fout was. Zijn fout? Ultron. Hij heeft Ultron gemaakt. Ultron is naast Civil War is na Ultron, toch? Ja. Het is Civil War is Avengers 2.5. Ja. dus de reden ook dat Tony is ook de meest... labiele van de hele groep. Ik bedoel, volgens mij is het in Iron Man 2 dat hij gewoon gaat drunk driven in zijn pak. Ja, dus hij heeft het meest gevoel met ik kan niet, misschien ben ik niet de beste judge om te bepalen wat ik wel en niet mag doen. Dus daar komt zijn standpunt heel erg vandaan. En dat kan ik ook wel begrijpen. En voor Captain America is het meer zo van ik ben niet superieur aan mensen, maar ik ben wel superieur goed. Het is een heel interessante fan theory trouwens. Om gelijk maar te gaan sidebarren. Ja. In de originele Captain America film... legt die dude die dat Super Soldier Serum heeft gemaakt... Ik ben even zijn naam kwijt. Die legt ook uit van alles wat... Stark, joh. Sorry? Is dat niet de vader van Tony? Nee. Dat, Howard Stark is er wel bij, maar hij heeft het serum niet uitgevonden. Hij heeft de machine gemaakt. Het is een of andere Duitse of Russische dude of zo. En die legt ook uit van alles dat goed is, wordt beter. En alles wat slecht is, wordt slechter. Mm. Dat is ook de reden dat Red Skull hyper-evil is. Is omdat hij ook Super Soldier Serum heeft gekregen. Mm. En dus een van de fan theories is dat Captain America, Steve Rogers, niet alleen goed is. Maar magically of engineered goed. In een kosmische, good versus evil sense. Wat betekent magically engineered? Het is een beetje moeilijk te zeggen wat het precies is. Mm. Maar door die Super Soldier Serum, dat zij engineered kunnen noemen, is hij dus ook een beter, moreel beter mens geworden. Dat is een theorie die je erom na kan houden over Captain America. Ja, dat is wel interessant, want volgens mij was Captain America gekozen om, of Steve Rogers gekozen om Captain America te worden, juist omdat hij zo moreel schoon en outstanding was. Ja, ja. Dat is een van de redenen dat hij gekozen wordt inderdaad. Van, hij blijft doorgaan, hij heeft een heel duidelijk moreel kompas en hij weet heel goed van, dit
ja, Nazi's bad. blijft Amerikaans. dus ja, Nazi's are bad, dus die moeten kapot gesloopt worden. Ja, oké. En dat is een van de redenen dat hij gekozen is. En dan in zo'n throwaway dialogue line zegt die maker van die Super Soldier Serum inderdaad van... alles wat goed is, wordt beter. Mm. Nou kun je dat interpreteren als... Oké, jouw fysiek wordt beter en dat soort dingen. En dat doet het ook daadwerkelijk. Maar is de vraag over van... is dat ook in een morele sens ook aanwezig? Kun je over discussiëren. Ja. Maar ik vond het wel vet, de theorie. Ja. Dat maakt Captain America ook minder insufferable. op momenten. Omdat hij engineerd is om zo te zeggen. Ja, precies. Ja. Het is ook... vooral tijdens Civil War heb ik... Ik vond het een hele leuke film. En ik vond het ook best wel moeilijk om te kijken van... ja, ik snap Tony best wel. En als je het vanuit Tony bekijkt als Iron Man... Ja. En zijn inability om soms goede keuzes te maken... dan is het best wel goed als er een government... of in ieder geval een instantie boven staat... die zegt van... Oké, je moet nu backdownen, want dit gaat te ver. Ja. En dan vanuit... Steve Rogers maakt het ook al een sens als hij zegt van... ja, ik ben gewoon goed. Ik weet wat ik moet doen. En op een gegeven moment gaat ook in Civil War fout vanwege Bucky, toch? Want hoe zat dat nou precies ook alweer? Bucky was de vriend van Steve Rogers in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Die is ook gevroren geweest. Ja, die is uit de trein gevallen op een gegeven moment. Ja. Zat ze op zijn trein, viel die helemaal naar beneden en iedereen dacht dat hij dood was. En toen hebben... Hydra agents hem gevonden. En toen werd op een gegeven moment Hydra weer geëxplodeerd naar de Russen. En daar is hij de Winter Soldier geworden. En daar is heeft hij dus ook een Super Soldier Serum-achtig concoction gekregen. Mm-hmm. En zijn metalen arm, omdat hij zijn arm kwijt was. En toen werd hij de hele tijd gebrainwashed. Is hij ook van Vibranium? Weet ik eigenlijk niet. Want hij dat slaat zou er wel mee tegen. Ja, precies. Maar dat weet ik echt niet. Dat zou ik even moeten opzoeken. Ja. Maar waarschijnlijk wel. Je zegt Captain America is insufferable. Ik vind hem echt insufferable. Want zeker in Civil War. Want Tony heeft deze fucking preek wat hij houdt over... yo, shit gaat fout. We moeten het oplossen. Mm-hmm. En zo kunnen we het oplossen. En dan zegt Captain America... nee, we moeten het samen doen. Mm-hmm. En dan zegt hij, wat als we falen? Dan zeg je, dat doen we ook samen. Maar dat is toch... ik weet niet... op dat moment dacht ik echt van... dat is gewoon een belachelijk argument. Want wat bedoel je, je gaat samen fout doen? Yeah. Eén. En twee... hij laat heel veel dingen verkeerd gaan, omdat hij koste wat koste Bucky wil redden in zijn Naruto Sasuke liefde voor hem. ja, precies. Ja. Sowieso. En daarin laat hij ook Tony Stark vallen, want dat was ook in principe ook een vriend van hem. Dus hoe moreel goed ben je wanneer je persoonlijke relaties kiest boven... Zeker, ja. 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 En okay. daar zit een bepaalde honor code idee achter, denk ik. Het is mijn beste vriend en er moet iets aan gedaan worden. Hij moet ook niet vergeten dat in Civil War uiteindelijk ook Tony ook wel voor hetzelfde probleem zwicht. Namelijk, Bucky heeft uiteindelijk zijn ouders doodgemaakt. Oh, ja. Ja. En daarom, een van de redenen dat hij Bucky dood wil hebben, of in ieder geval er iets aan wil doen, terwijl Bucky daar moeilijk accountable voor gehouden kan worden. Je kan zeggen van, ja goed, hij heeft het wel gedaan. Nou, hij was gebrainwashed. Fijn af te van, sure, misschien moet er iets van consequenties aan zitten, maar ik denk niet dat je kan stellen van, het is alleen zijn fout. Ja. Maar was Tony Stark van plan om echt persoonlijk wraak te nemen? Volgens mij wel, ja. Het einde. Ja, op een gegeven moment dan komen ze in die... in die grot, dat is een heel oud bunkercomplex. En daar zitten al die andere super soldiers die de hele tijd opgehyped worden. Mm-hmm. Al die andere Russische soldaten, zeg maar. En die zijn allang dood. Omdat dat hele complex is niet bijgehouden. En volgens mij zijn ze zelfs gewoon geneutralized van... Oké, we gaan hier weg uit deze bunker. Time to fix the problems. Pap, 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 pap. Allemaal weg, weet je wel. En dan komt Baron Zemo's superplot van... Baron Zemo? Dat is de bad guy van Civil War. Oh, die in de computer zit, toch? Nee. Dat is Zola, dankjewel. Oh, wacht. Die eigenlijk... Die strings aan het pullen is. En zijn uiteindelijke idee is van... ik kan de Avengers niet slopen. Want ze zijn te sterk. En ik heb gewoon de mankracht niet. Wat ik ga doen is, ik ga ze vanuit binnenuit ga ik ze laten ontploffen. En dat is dus het moment dat hij ook de tape laat zien van dat Bucky de ouders van Tony Stark doodmaakt. En dat is het breekpunt binnen de Avengers, zeg maar. Wat pas
ja, in Civil War, of in Endgame eigenlijk pas echt opgelost wordt. In ieder geval opgelost. Ja, klopt. Ja. Tot een beter einde is gebracht. Ja. Ja, want kijk, je ziet ook een beetje diezelfde lijn in Civil War, Ultron en Endgame Infinity War terugkomen. Ja. Mm-hmm. Zeg maar die. Kijk, zowel Tony als Steve Rogers hebben een persoonlijke relatie met Bucky. Mm-hmm. En de ene is een positieve relatie en de andere is een negatieve relatie. Mm-hmm. En ze zijn bereid om, zeg maar, de wet of whatever, of civil society of whatever, aan de kant te schuiven vanwege die persoonlijke relaties. En dat is eigenlijk de vraag die ik denk in alle drie films terugkomt. Want Ultron's probleem is, die snapt mensen niet, die snapt persoonlijke relatie niet. Precies. En Thanos' probleem is, het boeit hem niet. Nee, zeg maar, de suffering of living beings boeit hem niet. Nee. Alleen maar wat hij dan vindt, dat the greater good is. Ja. Dus dat is een interessante spanning. Mm-hmm. Ja. En dan is de vraag van, oké, die heeft gelijk. Ja. Moet je kiezen voor die persoonlijke relatie wat je hebt? Wat natuurlijk het leven. Wat je menselijk houdt ook. Wat je menselijk houdt. Ja. Wat mensen wat mensen gewoon nodig hebben ook. Ja. En je blijft sociaal dier natuurlijk. Of de weg die Thanos neemt. Ja. Kijk. Oké, weet je, Thanos heeft gelijk. Laat ik het maar zo zeggen. Laat ik het even zo zeggen. Thanos heeft gelijk. Maar dat is niet. Want we hadden discussie al eerder gehad. En toen vroeg jij van, oké, stel je voor, Thanos komt nu naar de aarde. En die zegt, yo, dit is het probleem. Ja, je moet of kiezen voor je vrienden en familie. Of je moet kiezen voor een universum. Zou je dat accepteren? Nee, tuurlijk zou je niet accepteren. Want in de realiteit zijn er natuurlijk duizenden andere factoren die van toepassing zijn. En of Thanos gelijk heeft in wat hij zegt of niet. Dat kan ik niet zomaar voor waar aannemen. Maar in dit verhaal is het volgens mij established dat hij in ieder geval gelijk heeft. Maar ja, dat vind ik dus moeilijk. Ik heb daar nog wel over na zitten denken. Want als de Marvel Earth, Earth 616 volgens mij, om even terug te pakken op de comic. Als die zo werkt, als het een analoog is aan onze wereld, maar met superpowers. Waar het wel op lijkt in ieder geval. Dan is het zijn hele punt gewoon niet waar. Want overpopulation is een probleem, maar alleen omdat er een hele grote distinctie is tussen wie mag verbouwen en wie. Zeg maar, er is genoeg ruimte op de wereld om genoeg eten te maken voor iedereen. Alleen we moeten wel dan beslissen om niet bij elke fucking maaltijd die we hebben om daar 3 koeien bij te willen opeten, zeg maar. Dat zijn van die problemen die er in deze wereld zijn. Nou weet ik daar ook niet genoeg van. Maar het probleem, er is overpopulatie omdat er te weinig eten. En er is te weinig eten. Dus op een gegeven moment gaat die planeet, zoals bijvoorbeeld de planeet van Thanos, Titan, gaat ten onder. Nee, ik vraag me af of dat echt zo is. Aangenomen dat het wel echt zo is, laten we dan in die. In de narratief is er geen reden om te denken dat in die wereld of die realiteit niet klopt, wat hij zegt. Ja, nou ja, maar er is ook niet echt een reden om te zeggen dat het wel zo is. Hij poneert dat gewoon en iedereen zegt, oh, oké. Okay. Ja, oké, hij poneert het, maar het verhaal is geschreven door een team van mensen. En als ze het idee wilden openlaten dat hij misschien ongelijk had, dan had dat op de een of andere manier moeten doorschijnen in het verhaal, toch? Ja, ja. Vraag me af of het echt belangrijk is. Want hij heeft een reden om de snap te doen, zeg maar. En zijn reden is van, hij heeft op zijn planeet gezien wat overpopulatie doet. Mm-hmm. Nou is de vraag, is dat alleen overpopulatie? Of is dat een enorme distinctie tussen rijk en arm en alle problemen die daar vanaf komen? Hij zegt in ieder geval, het is overpopulatie. Er zijn te weinig resources om deze populatie te sustainen. Dus de helft moet dood. Oké, dat is een mening om te hebben. Ik vraag me af of dat. Ik denk niet dat het belangrijk is voor het verhaal om te zeggen dat is echt waar of dat is niet echt waar. Mm-hmm. Het is gewoon zijn visie op de wereld. Oké, fair enough. Ja. Ik vond hem in ieder geval in Infinity War vond ik hem super interessant. Ja. Want hij is daar eigenlijk de protagonist. Zeg maar. Ja. Hij is degene die door alle hurdles gaat. Ja, hij is degene die Hero's Journey afgaat. Ja. En hij is heel humble ook eigenlijk. Ja. Op zijn eigen manier. En hij is ook de enige die zegt, de persoonlijke relaties die ik heb zijn zinloos in het grotere geheel. Ja, dus hij offert Gamora op. Hij offert Gamora op. En dan kun je zeggen arrogant en dergelijke, maar hij
Hij doet hem echt pijn. He feels it. Ja, sowieso. Ja. Nee, dat kan niet ontkend worden. Hij heeft daar echt moeite mee. En je ziet de tranen in zijn ogen. En de schok als hij wakker wordt, zeg maar, met de Soulstone in zijn hand. Mm-hmm. Van, oké, ik heb deze stap gezet. Ik heb het echt gedaan, weet je wel. Van, ik kan daar niet uit wegkomen. Ik kan niet zeggen van, nee, ik heb niks gedaan. Hij neemt die burden op zich. En dat is heel vet om te zien, inderdaad. Ja. Dat vond ik ook heel cool aan Thanos. Van, het is, om hem nu te gaan vergelijken met de Thanos van de comics. Deze Thanos is veel meer begrijpelijk en veel interessanter. Want de Thanos in de comics, die heeft zeg maar gewoon een super hard-on voor Lady Death. Ja. De personificatie van de dood is een actief ding in de Marvel Universe. En die vindt hij heel cool. En nou, hoe ga je die... Verliefd op, toch? Ja, hij is er echt verliefd op. Ja. Hoe ga je die appeasen? Nou, dat doe je door zoveel mogelijk mensen dood te maken. Waarom is hij dan in de comics verliefd op haar? Hoe werd dat? Dat is echt wel een goede vraag. Dat weet ik niet precies. Het is echt zo'n ding wat al super lang erin zit. Hij is ook wel... ook een soort van... niet een... Een soort van warrior voor haar en zo. Er zit een soort van religieachtig aspect van de holy warrior aan, zeg maar, van death. Volgens mij kwam het erop neer van dat hij in contact met haar is gekomen en gewoon verliefd is geworden op het concept de dood. Zonder zelf dood te willen gaan. Het is al zo'n beetje vreemd. Ja. Maar ja, dan kun je niet meer bij haar zijn, I guess. Maar hij is volgens mij ook... volgens mij heb je dat heb ik eerst gelezen of gezien. Mm. Hij is ook veel meer moordlustig. Nee, echt, in de comics is het echt van... Ik wil gewoon mensen doodmaken. Ja. Het maakt hem ook niet zoveel uit wie er voor hem staat. It just needs to die. En de Infinity Gauntlet is daar... als je gaat kijken... de Infinity Stones voor Thanos in de MCU... zijn meer een means to an end to make it fair. Want... Dat met de MCU bedoel je Marvel Cinematic Universe, ja. Daarin is het zo van... Kijk, hij heeft het al gedaan. Hè? Hij is naar planeten geweest. Daar heeft hij Gamora ontmoet. Hij is gewoon naar planeten geweest met zijn leger. En heeft gezegd van... Oké, 50% aan die kant, 50% aan die kant. Maakt me niet uit wie. Just split it down the middle and start shooting. Mm. Alleen dat is super cumbersome. En als je ervan uitgaat dat het universum near infinite is... en daarmee dus ook near infinite societies zijn... wordt het best moeilijk om dat te doen. Ja. Dus voor hem is de Infinity Gauntlet meer means to an end... om het proces te versnellen en het ook fair te maken. Want hij bepaalt niet. Ja. Ik denk dat dat ook wel een aspect voor hem is van... Hij heeft bijvoorbeeld wel bepaald om Gamora te sparen. Wat je zou kunnen zeggen van, dat is niet eerlijk. Ja. Je had een meisje moeten kiezen, of wat dan ook... uit de kant die al 50-50 fair gesplit was... Dat heeft hij niet gedaan. Dus dat... Wat ik ook laatst zat te denken was misschien dat hij dat expres gedaan heeft. Dat hij expres, en dat zal natuurlijk super dark zijn, dat hij expres een relatie opgebouwd heeft met iemand. En daar is van gaan houden. Voor de Soul omdat hij wist dat hij op een gegeven moment de Soul Stone. Dat kan. En dat is wel cool. Dat is wel dark. I choose to believe. It is decided. Ja, it is decided. Maar in de comics is het... Infinity Gauntlet voor Thanos veel meer in van, dan maakt het veel makkelijker voor mij om gewoon superveel dingen dood te maken. Zowel, weet je wel, één voor één al die mensen doodmaken. Ja, Death vindt het wel leuk, maar I'm not getting close to her. Wat nou als ik een grote ding... Hij is eigenlijk een romanticus. Ja. Maakt een grote gesture. Ik ga gewoon de helft van de universe doodmaken voor jou, my lady. Maar goed, dus die twee, super verschillend. En ik vind wel dat de comic Thanos een beetje meer terugkomt in Endgame. Ik wou net zeggen. Want dan op een gegeven moment dan heeft hij echt dat... Endgame is gewoon een bona fide evil dude. Ja, precies. Dan is hij echt evil geworden. Nou, kun je je afvragen van, is de weg die hij afgelopen heeft, want timey-wimey bullshit, is de weg die hij afgelopen heeft in die laatste jaren voordat hij... even kijken. Ze komen tijdens Guardians of the Galaxy tijd.
Ja. Uit die tijd komt hij. Wanneer hij weer terug naar de main storyline gaat. En dan heeft hij nog geen Soulstones. Daar heeft hij nog geen Soulstone gedaan. Dus dat zijn, het is de vraag... Helemaal geen Infinity Stones heeft hij dan nog. Nee, hij heeft geen Infinity Stones dan. Dus dan is het een beetje de vraag van... Heeft hij in die laatste paar jaar... Volgens mij is dat in Universe een... 5 jaar, 6 jaar misschien. Mm-hmm. Heeft hij daar zoveel geleerd? Een beetje een vraagteken. Of was Thanos onder al zijn grandeur en mooi vertellen eigenlijk gewoon altijd een evil dude? Want het komt er uiteindelijk om neer dat hij zegt van... Oké, ik zie nu van... Oké, ik heb 50% van de... ik heb 50% uitgeschakeld en de andere 50% vindt dat vet vervelend. En gaan allemaal mij aanvallen. Nou, dat wil ik niet. Dus dan wipe ik iedereen uit en dan maak ik een universe met 50% van de... Van de mensen. Ik weet niet waar je het niet over hebt. Ja, dat is wat hij uiteindelijk wil doen. In het einde van Infinity. Oh ja, in Endgame. Dan komt hij terug. Ik maak gewoon een nieuwe universe. Precies. Ja, dat is belachelijk eigenlijk. Ja, precies. Wat los je dan op? En dat komt weer terug op de vraag van waarom zou Thanos niet. Als hij zo hard is voor. Ja, trouwens, het lost wel wat op. Tenminste, als hij niet een hele nieuwe universe maakt, ja. Dan lost hij wel wat op. Want. Hij zegt ook op het einde, setting my eyes on a grateful universe. Ja. Hij doet het voor het universum, ja. Niet voor de mensen of de levende wezens. Ja, maar hij wil wel de gratefulness van de hij, in ieder geval, zoals ik het interpreteer, hij wil een levende god zijn in de universe en aanbeden worden as such. In de comics of in de... Nee, in die nieuwe universe. Hij zegt, ik wil een grateful universe. Mm-hmm. Nou ja, that matter kan geen gratefulness showen. Mm-hmm. En dat is ook niet het probleem. Het niet het probleem dat de aarde zegt van Thanos, fuck jou, ik haat je. Nee, het is het probleem dat de Avengers en alle mensen op aarde en alle mensen in het universum zeggen, ik vind het niet cool dat de helft van alle mensen die ik ken dood zijn. Mm-hmm. Fair enough. En dus dan zegt hij van, ik ga een grateful universe maken. Dus in mijn optiek is dat van, oké, ik wipe uit al het leven. Overigens, daar ga ik nog een pin in stoppen, want dat is ook een belangrijk punt. Ik wipe uit al het leven en dan maak ik 50% weer levend, maar dan zonder dat ze weten wat er gebeurd is. Ja. En die zullen dan dankbaar zijn, ja. Voor iets wat ik gedaan heb, maar ze mogen niet weten wat het is. Ja. Want anders zijn ze boos, ja. Understandably. Dat is ook gewoon een heel raar idee. Ja. Dus dat is gewoon, weet je, als dat je doel is, ja. Dan waar heb je het over? Ja, precies. Ja. Ja, dan is het daarom, ook, dan, daarom vind ik ook die Thanos in Infinity War ook gewoon een totaal andere ja, Thanos dat is ook, dan, ja, dan Endgame. Vind ik ook. En ik vraag me af of dat... ik vraag me af waar dat vandaan komt. Want het is echt, hij maakt best wel een character shift door. En ja, de vraag is inderdaad gewoon, heeft hij dat allemaal opgepikt? Of is het echt omdat de universes anders zijn, is het daarom anders? Voor mij voelt het een beetje alsof je als team zoiets hebt, als schrijversteam. Yo, nu is hij echt de bad guy. Mm. En mensen moeten zich goed voelen over dat de bad guy verslagen wordt. Mm. Dus, let's turn up the evilness. Let's turn up a notch. Ja, precies. Ja, dat zou kunnen. Het zou wel jammer zijn, maar goed, ja. Maar over jammer gesproken, mm-hmm. Want ik vind Endgame nog... Kijk, Endgame was... Ik ben niet een super grote fan van Marvel. Mm-hmm. Ik vind het leuk, mm-hmm. Ik geniet ervan. Maar ik moet zeggen, Endgame was echt fucking fanservice. En dat bedoel ik niet negatief, mm-hmm. Dat bedoel ik echt positief. Want ja. Dat hebben ze echt super goed gedaan. Zo ja. Op het einde, op die battle, ja. Ik kan me niet voorstellen hoe het voor jou was. Ja. Maar ik zat echt zo... Wow, shit, yeah. Ze hebben me. Yeah, they yeah. Got me yeah, yeah. Fawning like a fan. Ja, ja, zeker. En toen fucking Captain America die haren vast had, ja, ja. Dat was echt heel vet. Dat was echt heel vet. Ik vond mijn persoonlijke, om heel even te gushen, yeah. Mijn persoonlijke favoriete moment was Thor, twee hamers, wordt gestruck door lightning, verandert in zijn... Nog stil, dat vond ik ook heel vet. Hij werd niet ineens weer super ripped of zo. Hij was nog steeds een fatty. Maar they made him cool, zeg maar. En dat vond ik echt vet. Want dat ja. Is, zeg maar, op een grotere schaal vind ik dat ook gewoon van... Ja, je hoeft niet... Odin was ook out of shape, maar hij was imposing. Mm. En je had die andere... Je had meerdere dudes in dat team van Thor, wat echt crimineel onderbelicht is, denk ik. Maar goed, dat zat ook zo'n hele dikke dude bij, die op een gegeven moment volgens mij in Dark World zei van, oké, jullie gaan maar. En ik ga hier staan en ga gewoon Dark Elves tegenhouden totdat ik niet meer kan. Ja. Super coole dude. Maar dat hij die twee hamers heeft en
ja, dat duurde voor mij te kort, moet ik zeggen. Maar goed, ja, ik ging ook heel goed op het moment in Infinity War, wanneer hij via de bridge op het battlefield komt en zo. Gewoon met die hamer zo, wat is het, 100 meter om hem heen, iedereen de tering in de hand. Ja, prachtig, mooi. Prachtig. Heel mooi, ja. Alleen, wat ik jammer vond was, kijk, in Endgame hebben ze de Big Baddie verslagen, mm-hmm. maar wat hebben ze nou echt opgelost? Mm-hmm. Ze hebben niks opgelost. Ze hebben de Big Baddie verslagen. Ja, ze hebben opgelost dat iedereen dood is. Of, ja, iedereen je hebt gelijk. Ja, ja. Iedereen leeft weer. Klopt. Ja, iedereen leeft weer. Om vervolgens, als Thanos gelijk heeft... Als Thanos gelijk heeft, ja. Helemaal naar de kloot te gaan. Ja, maar, ik begrijp dat hij misschien ongelijk heeft, ja. maar... Als er aangenomen dude, dat hij gelijk heeft. Maar, absoluut. Ja, ja. Als zo'n dude naar je planeet komt... Ja. en zoveel gedaan heeft... Ja. omdat hij denkt dat er een probleem is... Ja, ja. en het enige wat jij denkt is... yo, wij moeten deze Big Baddie verslaan... maar het probleem waar hij het over had... daar hebben we niet over. Ja, ja, ja. Zeg maar, dat probleem zelf werd nooit engaged. Nee, en dat vond ik gewoon... Dat is wel jammer. Heel ik jammer. Ik hoop dat in Phase 4... Phase 4? Dat was weer gewoon super Amerikaans van... versla de Big Baddie en het is voorbij. Ja, precies. Nee, dat ben ik met James. Dat is gewoon Hollywood. Dan kom je helaas niet aan, denk ik. Dat uiteindelijk... Het moet uiteindelijk wel goed voelen als het voorbij is. Voor Hollywood. Ja, dat vond ik ook jammer. Heel even terugkomend op dat punt wat ik net terug heb. Waarom vindt Thanos het nodig om 50% of all life kapot te maken? Mm. Wat hebben de spreeuwen... ermee te maken dat de mensheid de aarde aan het leegroven is. En zichzelf als een ziekte over de aarde verspreidt. En alle resources zich toe eindigen. Wat hebben de olifanten daarmee te maken? Helemaal niks. Mm. Het probleem overpopulatie komt echt niet omdat er een aantal olifanten in Afrika zitten. Maar dat verschil in effect merk je op planetair niveau. Maar het verschil in effect merk je niet op... kosmologisch niveau. Zeg maar, het verschil wat de mensen... Zeg maar, het meer effect dat mensen hebben op minder resources beschikbaar hebben voor de rest van het universum, is verwaarloosbaar groter dan het verschil wat olifanten hebben op het universum, op kosmologisch niveau. En hij denkt op dat niveau. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind het beeld trouwens heel veel... Zeg maar, wij maken de aarde meer kapot dan olifanten, granted. Ja. Maar wij maken het universum niet meer kapot dan olifanten. Fair enough, misschien 0,000, weet ik veel hoeveel 0 erachter. Het is een dust speck in het totaal. Het gaat ook niet zozeer over... Ja, ik zei het net ook verkeerd. Het gaat niet zozeer over dat planeet kapot gedraind worden van resources. Het gaat gewoon dat het niet sustainable is. Dat is meer Thanos probleem. Ja, wat hij zegt is... volgens mij zeg je op een gegeven moment... This universe is finite. Its resources is finite. Bla, bla. It's simple math. Yeah. Do the math. En eigenlijk zou het wel beter werken als het op planetair niveau was. Want volgens mij... Ik denk dat Thanos een beetje een analoog is voor klimaatverandering. Of overplaats of whatever, zoiets. Daar lijkt het een beetje In ieder geval in de cinematic universe, ja. Ja. En op aardse niveau zou het werken, maar ik snap niet zo goed hoe het op universum. Nee, precies, want er zijn duidelijk spacefaring races en communities. En ja, als je het over resources hebt, ga naar Mars toe en zoveel steen als je het nodig hebt, weet je, bij wijze van. Dat probleem van overpopulatie lost zichzelf op, want op een gegeven moment zijn er niet genoeg resources voor het aantal levende wezens, dus een aantal gaan dood. Mm-hmm. Zeg maar, zo het draagvlak van het universum. Het equilibrium. Ja, want dat is wat er gebeurt in de natuur. Ja. Als het draagvlak van een omgeving te klein is voor het aantal dieren dat er woont, gaan er gewoon te zwak, ze gaan dood. Hmm. Dat is wat heel kritisch, dat is wat er met giraffen is gebeurd. Weet je wel? Giraffen hadden eerst helemaal niet zo'n lange nek. Maar de bomen werden steeds hoger en al het grondeten stopte, want het werd super droog in Afrika. Ja. En ja, dus de... Met kortere nekken gaan dood en die met langere nekken blijven bestaan. It works itself out. Dan moet je wel zeggen, de mens die heeft daar een beetje scheid aan. Mm-hmm. Even voor het verder gaan, want dan gaat die metafoor van impending, aardse doom of zo, gaat juist meer op. Want
we zeiden eerder van, joh, Marvel lijkt een beetje op mythologie te worden. In oude mythologieën en hedendaagse mythologieën komen disasters en forces of nature en dergelijke heel vaak voor als persoonlijkheden. Dan zou Thanos juist een metafoor kunnen zijn voor de next nature. great yeah. extinction, zeg maar. Ja, fair enough. Maar dan 50%. En ik kan me ook niet voorstellen dat Thanos op die andere planeten waar die 50-50 split maakte, dat hij ook achter spreeuwen aan het rennen was. En weet ik veel, octopus aan het doodknijpen was. Weet je, ik bedoel, really? Misschien kon hij niet bepalen toen hij de dingen had. Hij kon niet specifics geven aan de Infinity Gauntlet. Misschien. Maar, hij is nou omnipotent als hij die gauntlet heeft? To a point. Ja, ik weet... De powers zijn heel speculatief, wat je ermee kan doen. Want je kan de Infinity Stones met elkaar schijnbaar kapot maken. Want dat doet hij in het begin van Endgame. Wat me ook weer laat zien van... Wat ik ook weer zo'n trekje vind waarvan ik denk van... Ah, oké, dus... Ja, jouw punt en niemand anders punt. Dus van... Als Thanos er op een gegeven moment achter zou komen van... Oh, ik had ongelijk... Dus wel, hij accepteert die mogelijkheid niet eens. Ja, oké, maar je kan niet op, zeg maar, als je op, met zulke hoge stakes speelt... Maar goed, even... Kun je niet zeggen, we moeten wel consensus bereiken. Maar gewoon zo van, ik mag de power hebben en niemand anders. Niemand mag de power hebben, want ook hij niet. Nee, niet meer, nee. Hij heeft, zeg maar, zijn eigen power zelfs. Hij was de fucking leider van een van de grootste armies van de wereld. En hij heeft gewoon gezegd, ik heb het probleem opgelost en nu ga ik een... zielig bestaantje leiden als een of andere oud mannetje. Yeah. En ik ga fruit, ik weet niet wat hij aan het eten was. Ja, fruit, en daarom is hij ook zo raar anders. Eigenlijk is dat nog wel Endgame. Ja. Dus. Ja, dat is nog steeds Infinity War. Dat zit in Endgame, maar het voelt als de Infinity War. Het voelt als Infinity War, toch? Tennis, ja, dat gevoel had ik ook een beetje. Alsof eigenlijk Endgame pas daarna moet beginnen. Maar je zou wel kunnen zeggen van, hoe heet dat? Nou, ik vind niet, overigens, op filmisch niveau vind ik niet dat Endgame daar pas had moeten beginnen. Het is echt een prachtig begin van de film. Het is een heel goed begin, maar... Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ja, je zou... Ja, het is een heel rare juxtaposition tussen die twee Thanos'en en waarom dat zo is. Misschien omdat hij zijn plan moest ahead trekken, zeg maar. Toen hij door de timey-wimey bullshit in de andere wereld kwam. I don't know. Of misschien omdat deze Thanos zich besefte van deze universum, de levende wezens in dit universum kunnen nooit alleen gelaten worden. Nee, precies. Misschien dat die... Dat werkt wel. Dat zou wel kunnen werken, toch? Ja. Maar ja, dan die edge van ik wil dat mensen er dankbaar voor zijn voor iets wat ik gedaan heb. Ja. Dat maakt hem gewoon zo van al die grootspraak van... Wow, ik ga iets heel belangrijks doen en niemand anders kan deze keuze maken. Ik ben de martelaar, weet je wel. Zo voelt het heel erg. Zo van, als je die Endgame Thanos erbij pakt, dan is het zo van... Ik vind het zo erg wat ik moet doen, maar ik doe het toch. Wow. Maar, oké, fair enough. Maar aan de andere kant, dat maakt hem een insufferable jerk, fair enough. Yeah. Maar hij is wel de enige die de grit heeft om alles te branden voor het grotere goed. Ja, nee, dat is heel cool. Dat is heel cool. Dat maakt hem ook veel interessanter dan de comics, Thanos. Ja. Want daar is hij letterlijk de Mad Titan. Hij is gewoon fucking gek. Hij is gewoon gek en hij wil gewoon dingen dood hebben. dat is een deal. Waarom is hij zo krachtig eigenlijk? Ja, dat legt ze helemaal niet uit in de film. Nee. Maar volgens mij, voor zover ik het begrijp, is gewoon dat... Titan, de planeet waar die vandaan komt, dat mensen daar gewoon super sterk waren. Of aliens daar gewoon super... zijn gewoon heel cool. That's it, volgens mij. Een race of super powerful... Volgens mij wel. People, oké. Okay. Yeah. Maar hij is geen Titan? Nee, ja. Want je hebt een... comics heb je... The Eternals... Die dingen... Daar valt hij niet onder, volgens mij. Het is gewoon een... Nou begin ik een beetje te twijfelen. Nee, dat durf ik niks over te zeggen. Volgens mij, hij is sowieso geen Eternal. Wat zijn Eternals? De Eternals zijn... je hebt er zeker één ontmoet in de Cinematic Universe, namelijk de Collector. De vader van... Hoe heet hij? Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, Ragnarok. Ragnarok, ja. Dat is een Eternal.
Dat is een van de... Hoe heet hij daar eigenlijk? De Collector. Maar de Collector is in Guardians of the Galaxy. Oh, nou, hoe heet Jeff Goldblum dan? Exactly. Ja, Gaan we doen. Ja, nou goed. Maar hij heeft ook zo'n collecting team gaande. Maar... Ja. Nee, hij is toch wel een gladiator-achtig. Of, nee, nee, maar hij zit op die plek. Hij verzamelt van die mensen, ja. Grandmaster. Ja. Wel, ja, voor hoe die doet en wat hij doet, is wel, lijkt hij wel op de Collector van dingen. Want de Collector in Guardians of the Galaxy is veel minder krachtig. Dan de Eternals zijn echt supersterk. Het is echt, maar zitten boven dingen, Captain Marvel, qua power level. Nou weten we niet wat de Collector kan doen. Hoe heet die dude in Guardians of the Galaxy. Want hij vecht niet. Mm-hmm. Maar hij lijkt niet super sterk of zo. Maar voor zover ik weet valt Thanos daar niet onder. Drax heeft er volgens mij wel een tijdje bij gezeten. Er zit een heleboel... Drax heeft bij de Eternals gezeten? Ja, niet, heeft Eternal Powers gekregen. Want er is ook weer zo'n heel rare... Wat voor soort powers hebben die Eternals? Ja, dat is echt Omega, zeg maar. Dat zit de Collector in de comics, die kan gewoon die shit maken, fabricator. In de comics is Thanos een mutant Eternal. Ah, kijk eens. The more you learn. Dat wist ik niet. Vet. Want er zal altijd... Hij is ook Avatar of Death, of niet? Dat staat hier zo snel niet bij. Nou, oké. Okay. Er zit ook zo'n... Drax in de MCU is meer zo gewoon heel erg gewoon best wel sterke dude, best wel domme dude, en hij heeft gewoon een grudge, dat is zijn ding. Maar in de comics is Drax ook meer ook weer op een kosmische schaal een tegenhanger van Thanos, omdat Thanos een soort van Avatar of Death is, bedenk ik me niet meer. En er zal altijd een Avatar of Death zijn, maar er is ook altijd iemand die de Avatar of Death tegenhangt. De Destroyer. Daarmee Drax ook. Drax de Destroyer. En dat is... dus Drax is veel belangrijker. Want Drax is een van de weinigen die toe-de-toe kan gaan met Thanos in dus de comics. Dus hij is dan in de comics zeker dan de Hulk? Ja, hij kreeg pakjes. Maar, maar power levels in... zeker in Endgame zijn heel moeilijk te... Want als de Hulk die zeg maar... Hoe langer die raged, hoe sterker die wordt. Mm-hmm. Dat hij... Hoe langer of hoe meer? Ja, hoe meer hij raged inderdaad. Ja. Dan wordt hij ook groter, letterlijk. Echt? Ja, physically bulks up. Echt best wel grappig. Als die toe-de-toe kan gaan... Of dat Thanos hem pakjes geeft... Ja. Hoe kan Iron Man niet... Wat voor metaal is zijn pak van gemaakt? Ja. Dat hij niet... Instantly... Nanomachines. Ja, nanomachines. Sure, that doesn't stop you from having a hole in your fucking chest because he punches you. Maar hij heeft Kojima Infinity War geschreven, want daar was nanomachines ook altijd de oplossing. Voor echt waar, dat is altijd de oplossing. Maar... Dus de power levels zijn heel vreemd. Ja, Thanos is echt super sick. Thanos met Infinity Stones ook nog eens, hè? Ja. Hij had de Power Stone en nog ja, precies. Soul Stone. Dat vond ik wel... Want dat zie je op een gegeven moment... want dan gaat hij toe-de-toe met Captain Marvel. En dan moet hij echt de Power Stone uit het ding pakken om haar daarmee te slaan. Want anders redt hij het niet. Hmm. Dat vond ik ook weer zoiets van... Maar hij zit hierin. Je hebt toch al de macht erover? Dus weet je wel van... Hij mag alleen uit die hand mag je de kracht gebruiken. Beetje weird. Dat is interessant. Misschien dat in vind ik... Ja. Nee, was me niet opgevallen. Nee, ja. Captain Marvel was ook wel grappig in Endgame. Dat was wel best wel cool. Ja. Lijkt het er wel. Ik weet niet zo goed waarom iedereen een beetje shit op Brie Larson doet. Ja. Volgens mij deed ze het prima. Ik vond het leuk. Niet super goed of zo, maar ze had ook gewoon niet zoveel screen time. Nee. Ze kon niet heel veel met de tijd die ze had. Ja. Ik vond het alleen jammer dat ze pas op het einde binnenkwam en gewoon... Ik vond het wel vet dat ze door die fucking shit heen vloog. Ik vond wel, maar ik dacht van... Really? Goku? Ja. Ga je ons Goku'en? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ja, ik vond het fucking vet. Zo'n massive destroyer. En iedereen zit zo... Oh, mate, we worden helemaal afgemaakt. En zij zo... Boom. Ja, ik hou daarvan. Want zij zit gewoon on a whole other level. En dat vind ik ook... Ik vind dat super vet dat ze dat gedaan hebben. Dus ze hebben gewoon gezegd van... Oké, we hebben earthly powers.
En dan is daar, zeg maar, waarschijnlijk de Hulk in raw physical strength het sterkste van. En dan ga je naar een ander niveau, entirely, en dan heb je het over Captain Marvel. En dat vind ik fucking vet. Ja, zeker. Ja, en dan, dat ze die durf ook hebben gehad. Je hebt die Earthly Heroes, je hebt Captain Marvel dan. Ja. Of, en wie zit er nog met een beetje een paar niveau? Ik denk dat Thanos dan? Alhoewel Thanos zonder de Infinity Gauntlet. Nou, ik weet niet hoe lang hij het uit zou houden, maar ik denk dat hij het wel even uit kan halen. Maar goed. En dan komen daarna de Eternals? Ja, even verder boven nog. Waarschijnlijk. Ja. En dan, je hebt een heleboel dingen. Je hebt ook de, hoe heet het die? De Galactus is daar een van. Om even naar Fantastic Four over te springen. Die grote. Ja, die hele grote. Planet Devourer met Silver Surfer. Ja, precies. Ja, die Galactus is een. I'm on. Ja, ik weet niet meer hoe ze heten. Maar is Galactus ook wel een Eternal. Nee, hij staat daaronder. Hij zit eronder. Cosmic Being. Ja, het is Cosmic Being. Cosmic. Dus ja. Captain Marvel valt onder Cosmic Beings, volgens mij. Maar ja, dat is ook niet een sustainable power level. Want volgens mij, ja. Je moet. Dat is de fout die Drank Bazzi op een gegeven moment gemaakt heeft. Je moet geen nummers gaan willen toevoegen aan power. Dat is waar het fout gaat. Want dan kun je te makkelijk met elkaar vergelijken. Ja. Maar eigenlijk. Even dan heel kort over Dragon Ball Z. Eigenlijk had Toriyama dat, heb ik ook een keer gelezen, had die power levels erin gezet als iets wat je moest belachelijk maken. Want alleen die Saiyans gebruikten het. Ja, ja. En het was gewoon elke keer onzin. Want elke keer dat ze het zagen, oh, dit is power level 50, was hij na 3 seconden, had hij power level 400 of whatever. Ja, ja. Dus het hele punt was, die power levels kloppen ook helemaal niet. Nee, precies. Alleen fans hadden zoiets van, oh, dit kunnen we, dit begrijpen we. Ja, precies. Dus, dit zijn nummers. Ik hou van math, dus ik kan mappen. Mijn mannetje is sterker dan jouw mannetje, want hij heeft een cijfer meer. Maar er zijn wel wat van die playbooks, of in Japan brengen ze van die guidebooks en dergelijke uit, en daar zat er wel wat meer informatie in. Maar op een gegeven moment wordt het, na Goku Super Saiyan wordt gewoon... Dan gaat het over exponentiële die overtreft, en dan, dus dat betekent dat de dudes waarmee die dan vecht ook exponentieel sterk moeten zijn. En, sowieso is een anime, is elke nieuwe bad guy is Nande. Ja, precies. Such power level. We doen het al 9 jaar. Ja, je had echt niet verwacht dat die dude die je niet tegen zou komen en sterker zou zijn dan je nu bent. Ja. Wauw. Elke arc. Learn to recognize a pattern, man. Elke keer dat je naar een nieuw gebied gaat, staan er dudes die sterker zijn dan jou. Het is gewoon een MMORPG. Ah, dat is een beetje... Dat heb ik een beetje... Dan vind ik Marvel ook zo lijken op mythologie, want je hebt echt gewoon een pantheon aan gods. Je hebt de helden, half helden, whatever zijn het. Die hebben soms iets goddelijks. Je hebt iets daarboven, de engelen, whatever. Ja. En dan ben je de... Maar om Eternals gods te noemen, geeft ze veel te veel... Ze hebben godlike power, maar they don't care like gods do. Mm. Dat is best wel een... Weet je al, hoe... De gods... Van de Griekse mythologie gaan we ook geen fuck om. Nou, jawel. Dat was het hele punt. Nee, helemaal niet. Apollo die komt naar beneden om in Troje te vechten en dat soort dingen. Ze hebben stakes in. Ja, in ze hebben stakes, ja. En ze geven mensen kracht en dat soort dingen. Vinden ze leuk om te doen. Eternals. Ze fucken met de wereld. Ja, precies. Maar de Beyonder had in Spider-Man, Fox Kids, heeft ook. Dat weet ik nog. Oké. Dit shit was echt ik ben, ja. Ik heb dat Volgens mij was het de Beyonder, ik weet het niet zeker. De filmpje zag ik vandaag nog. Op YouTube aanbevolen video's, dus that's it. Die heeft ergens op het einde van Spider-Man. Wilde zo'n experiment doen. Mm-hmm. Hij wilde zeg maar een. Ultimate Good versus Evil experiment doen. Heel raar. Sure. Dus die zocht een planeet op waar alles perfect was. Was een utopie en dergelijke. Yeah. En hij zei, en hier ga ik Earthly Evils toevoegen. En kijken wat er dan gebeurt. Yeah. En Spider-Man zei, no, you can't do that. Hij zei, I can. En hij deed wat ga je doen, Spider-Man? En dan moet Spider-Man, Peter Parker, moet dan een Legion of shit mensen uitzoeken. Secret Wars? Nee. Nee, dit is echt Spider-Man, de animated series. Ja, maar die pakken ook weer. Pakken natuurlijk ook weer. En dan pakt hij Croc, hoe heet hij nou? Killer Croc. Nee, dat is van DC, toch? Professor Croc, nee. Hoe heet hij nou? Die maat van hem. Het is echt de eerste aflevering van die Spider-Man serie. Ik weet niet meer. Maar niet uit. Die professor. En dan heeft hij zo'n heel team en dan, ik weet niet precies hoe het afloopt. Natuurlijk ben ik good, ik weet niet precies hoe het afloopt, maar zoiets. Maar ze fucken wel met de wereld. Ja.
Maar ja, voor zover ik weet van de Collector bijvoorbeeld, die heeft daar echt ballenschijt aan. Die vliegt gewoon rond en die verzamelt gewoon shit. Vindt hij leuk, that's it. Dat is echt zijn ding gewoon. Hij houdt echt van dingen verzamelen. Het enige probleem is, als je in die verzameling terechtkomt, dan mag je niet weg. Mm. Het blijft niet... Voor jou is het een probleem. Ja, voor voor hem is dat geen probleem. Ja. Maar dat is de enige reden dat mensen komen daar dan terecht. En dan is van, oh, dat is vervelend. Ja, ik wil weg. Ja, jammer voor je. Je hoort nu bij mijn verzameling. Mm. En jij bent best interessant. That's it. En wat is eigenlijk de story behind Infinity Stones? Wat zijn dat voor dingen? Ja. Het wordt volgens mij een beetje uit. Ja, volgens mij kun je het vergelijken met een soort van kosmische regelgevers. Of ja, niet regelgevers. Dus van, er moeten... Dat moet er zijn om balans te geven of zo. Volgens mij was het zoiets. Het ontstaan uit het universum... Volgens mij zeggen ze zoiets. Ja, de origin van Infinity Stones is ook veranderd. Kun je er weinig over zeggen. Het zijn magical MacGuffins die je nodig hebt om coole dingen te doen. Magical wat? MacGuffins. Wat is een MacGuffin? Dingen. Ja, ik weet niet. D&D term. Wat gebeurt er met Thanos in de comics? Lukt het hem in de comics om... Ligt eraan welke storyline je voert, waar je naar kijkt. Er is één comic waar... Echt, er gaan echt over 50.000 jaar komen die comics omhoog. En mensen die hebben echt... Die gaan echt een academische shitstorm hebben over wat nou de echte canon was. Man, het is echt te moeilijk. Ja, slaagt hij er ooit in? Maar er is er geen mainline? Er is een mainline, maar dat is al... Maar die is ook... Ja, er is een mainline. Er is een main multiverse. Ja, ze van... De aarde die we het meest volgen in de comics is Earth C16. Nee, dat is 616, ja. Ik zat C16 is van dingen. Van, C37. Ja, Rick and Morty. Earth 616. Trouwens, bij Rick and Morty weten we niet op wat het aarde is die we het meest volgen. Oké, fair enough. Got him. Dat is de aarde die we het meeste volgen. Betekent dat alle comics die in de mainline zitten zich daar afspelen... Niet per se, want soms is het zo van... Oh, we hebben onszelf in een corner geschreven. Andere aarde. Het is van... Op een gegeven moment dan zijn er problemen... En dan willen ze daar gewoon niet meer op ingaan. Of dan maakt het geen sens meer. En dan is het van... Het is leuker als we nu gewoon zeggen van... het is een andere aarde en we gaan naar... Ja, maar okay, weet je wat het is? Dan snap ik niet wat het leuk is aan die comics te volgen. Als het zo'n shitstorm is aan, oh, we bedenken iets en we zien wel waar het heen gaat. Ja, oké, dat is heel overdreven gezegd hoor. Het is niet dat elke week gebeurt. Okay. Dat gebeurt misschien één keer in een paar jaar of zo. Dat er echt zo in een corner geschreven moment is. Wat is er leuk aan? Je volgt het. Andere universums, omdat ze al een idee hebben. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Je hebt een zombie-universum. Daar zijn alle heroes zombies geworden. En je volgt dat. Het is Walking Dead, maar met superheroes. En de zombies houden ook in ieder geval deel van de superpowers. Dat is interessant. Je hebt bijvoorbeeld waar Logan, de film op gebaseerd is, loosely... Old Man Logan, dat speelt zich af in een universum waar alle bad guys bedachten... Hey, we outnumber the heroes 15-1. Als we gewoon een keer samen gaan werken... En één voor één ze afgaan. Ja, dat is echt prachtig. Om terug te komen op waar we het toen straks over hadden, over Spider-Man Far From Home. Dat daar Mysterio in zit. Mysterio heeft de beste scène in hele Old Man Logan. Want, in de comics. In de comics, ja. Want Wolverine is kapot daar. Hij is niet... Ze hebben hem niet doodgemaakt. Maar ze hebben hem mentaal... Hoe dan? Afgemaakt. Nou, wat er dus gebeurd is... het is echt een prachtige scène. Kan je binnenkort wel een keertje Old Man Logan geven. Spoilers voor mensen die Old Man Logan nog willen lezen. Wat Mysterio doet... Is wanneer... als je down gaat, dan krijg je... Dan als zit je ze down gaat? Ja, in X-Mansion zien ze dan van... Oh, Avengers Tower wordt aangevallen. Alles wordt aangevallen. Het zit allemaal natuurlijk met elkaar in contact. Mm-hmm. En dan zegt Wolverine samen met een paar dudes... Oké,
we gaan ervoor. En op dat moment breekt de muur open, komen er allemaal bad guys binnen. En Logan gaat helemaal wack. Die hakt iedereen neer. Gewoon door ook mainline villains. Gewoon, hij heeft al op dat moment bedacht van oké, ik kan niet mercy hebben. Iedereen moet gewoon weg. Iedereen moet neer. En dan al die... In de comics, als je het aan het lezen bent, al die bad guys, die zijn ook super inept. En ze vallen hem eigenlijk niet echt aan. En dat is weird. En op een gegeven moment vragen ze ook why. En de laatste ding is dat hij... volgens mij... ik weet niet meer precies wie. Maar heeft hij een van die bad guys, heeft hij zo classic Wolverine moves zo omhoog, weet je wel. En die bad guy zegt, Logan, why are you doing this? En dan valt de illusie weg. Shit. En is het Jubilant. De half Jubilee. Die hij op zijn klauwen heeft. En hij kijkt om zich heen. En hij heeft alle X-Men doodgemaakt. Holy. En dan zegt Mysterio. Oké, ik denk dat ik hier klaar ben. Dat is zo lomp. En vanaf dat moment is hij in exile gegaan. Heeft hij zijn klauwen niet meer gebruikt. He's not worth it. Of he's not worthy, zeg maar. Holy shit. En dit is waar de film Logan... Ja, deels. Op dat idee van een Wolverine die niet meer kan doen wat hij... Want Wolverine is super sterk. Ik bedoel, hij kan niet dood. Hij kan letterlijk van één cel kan hij weer terug reformen. Mm. Ook wat een hoofd weg is. Ja, maakt helemaal niks uit. In de comics in ieder geval. Mm. Volgens mij is de Wolverine in de films net iets anders. Maar hij wordt op een gegeven moment letterlijk geatomized en dan komt hij terug. Dus Wolverine heeft is super sterk. Hoe maak je dat af? Je moet hem mentaal winnen. En dat is wat Mysterio doet. Echt lomp, joh. En komt hij dan ook terug? Nee, Mysterio is gewoon weg. Daarna. Logan. Ja, zo van uiteindelijk wat het verhaallijn is van Old Man Logan is dat Hawkeye, wiens ogen zijn uitgenomen, naar Logan toe komt en zegt ik een pakketje wat naar de hoofdstad moet. En, echt jaren later is dat ook. Ja, jaren later. Ja. Wanneer alle heroes zijn letterlijk dood. Gewoon dood. Behalve Logan, Hawkeye en nog één iemand of zo, volgens mij. En dan gaan ze naar dingen toe. Dan gaan ze naar DC. En daar zit dan Red Skull, die helemaal gek geworden is, omdat hij niemand meer heeft om tegenaan te... Maar goed, er zit allemaal dingen in. Maar dus dan uiteindelijk dan sloopt hij Red Skull. En dan gaat hij terug naar huis. En dan zijn zijn vrouw en kinderen dood. Het is gewoon one big laugh riot. Die comic eindigt ook niet prettig of zo. Het is gewoon van... Het is niet van... Yay, Heroes Return. Nee, de wereld is nog steeds fucked. Red Skull is dood. Maar that's it. And another will take his place. De wereld is gewoon verpest. Het is echt een hele fijne, edgy comic. Holy shit. Waarom is eigenlijk... Hoe is Red Skull de keeper van de Soulstone geworden? Dat weet ik niet. Dat vind ik ook heel vreemd. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Dat is niet iets wat ik kan plaatsen in ieder geval in any comic. Moet gezegd worden dat ik ben niet een lopende encyclopedie. Ik heb heel veel gelezen, maar ik heb niet alles gelezen. Maar wat ik... om daar op door te gaan... als Steve Rogers teruggaat naar het verleden om alle stones weer terug te zetten, moet hij dus naar Red Skull toe en zeggen, hier alsjeblieft. want je moet je voorstellen, want Red Skull zegt ook van, ik ben keeper totdat iemand hem neemt, toch? En dan ben ik vrij. Natasha springt van het ding af, Clint staat daar en zegt van, nee, fuck. Teleporteert dan naar dat meer toe of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt. En Red Skull zei... eindelijk, ik ben klaar. Sorry. Welk meer? Wat? Naar welk meer teleporteert hij? Als je de Soulstone hebt gepakt, dan word je wakker in zo'n meer. En dan heb je de Soulstone vast. Als je iemand opgeofferd hebt... Ik dacht dat je Red Skull teleporteert. Nee. Hawkeye. Die teleporteert naar dat meer. Red Skull van... ik ben eindelijk van deze taak af. En dan komt Steve Rogers. Yo, what's up, man? Hier heb je de steen terug. Hilarisch.
Maar ja, dat is een van die dingen waar je niet te veel van na moet denken, denk ik. Ja, ik vond die, ik vond het einde van Captain America wel heel satisfying. Mm-hmm. Hij kreeg zijn love. Ja, precies. Hij was de held. Ja. He got his cake and ate it too. Ja, like, dat was heel erg. Ja, ik stel van, dit is een beetje far-fetched, maar ja. The guy deserved it. Ja, precies. Ja, en dan kun je daar natuurlijk op doorgaan van wat betekent dat voor de timelines. Want het betekent dat hij al die tijd gewoon... Er was tijdens al die oorlogen en al die dingen en niks gedaan heeft. Dat bedacht me ook namelijk inderdaad. Ja, dat is de vraag of dat zo is. Dat is een beetje moeilijk. Want de Russo brothers, de regisseurs, die hebben er wel een statement over gemaakt. Volgens mij kwam het erop neer dat hij dus inderdaad in zijn eigen line leefde. En toen het punt van switch was, wanneer Steve Rogers in de toekomst naar het verleden gaat, dat dan de line weer terug collapsed into deze line, zeg maar. Waarom? Ja, dat zeiden zij. Ja, gewoon. Okay. En volgens mij dat levert alleen maar meer problemen op. Volgens mij hadden dat is altijd met time travel. Ja, en dat vond ik ook echt zo'n cheesy en corny oplossing. Ik dacht eerst van, nu kun je opeens time travelen na 10 minuten, maar uiteindelijk... Eerlijk gezegd, al die technologie shit hebben ze gewoon een beetje gewoon zo erin gegooid. En dat is prima. Dat hebben we met Ultron ook gedaan van, oh, nu is er opeens een AI hier. Yeah. En nu is er opeens Met de Mindstone wel, hè? Dat moet wel gezegd worden. Tony Stark was al je, best je kan, aardig. Je kan niet zeggen van, dit is niet uitgelegd, maar het is niet erg, want we hebben een ander element die we ook niet uitleggen. Okay. Fair enough. Maar ik vind dat wel fijn. Ik denk dat er weinig films beter worden op exposition hoe iets werkt. Het was niet nodig geweest. Nee, ik vond het wel een beetje een out of your ass gepold, maar het werkte enigszins in het grote geheel. Niemand zit te wachten op een uur lang onderzoek met time travel. Ja, precies, fair enough. Alleen, waarom werkt tijdreizen met quantum? Dat was niet echt... Mobius strip. Ik weet niet wat dat is. Ik ook niet. Ja. Maar dat is hoe hij het gedaan heeft. Oh ja, oké. Ja, oké. Okay. Het werkt gewoon. Het werkt gewoon. En, Ik vond de brainstorm sessie over waar in Times naartoe gingen, vond ik ook heel leuk. Dat ze daar zo helemaal poept liggen en dan zo van... Ik wil Scarlet Witch zeggen, maar dat is niet... Natasha? Romanoff. Dat zij ze zegt, wait a minute, if you go back to the right time in New York, there's like 3 of them there. Ik vond het zo van, oh, inderdaad. Dat is echt cool. het was een fanservice movie. Het was het einde van het grote lange verhaal waar we al deze tijd samen... ik bedoel, het is niet mijn jeugd, maar ik ben wel mee opgegroeid. Het heeft echt iets van meer dan 10 jaar geduurd. Ja, precies. Dus, inderdaad. Ja. Dat is cool, man. Ik vond dat echt cool. Vet. Ja. Ik weet nog dat ik naar de eerste Iron Man ging. Ik dacht van, wow, dit is echt cool, man. En ik wist niks van after credits dingen. Dus ik heb die hele after credits scene nooit gezien. Maar ik moet ook zeggen, de eerste Iron Man was ook echt gewoon steengoed. Ja. Dat was echt gewoon vet. Dat is gewoon vet. Ja, ik weet niet of je echt upholdt als je er nu weer terug naar gaat kijken. Maar in die tijd... Nee, je hebt het gedaan. Nee, dat is... Nee? Okay. Ja, ik heb vorig jaar toen met mijn vriendin nog alles gekeken, zeg maar, in de aanloop naar Infinity War. Ja. En dan zie je al die films achter elkaar. Ja. En dan heb je overduidelijk van, dit is mijn voorkeur, dit is goed, dit is slecht, als geheel. Ja. Maar als je gewoon alleen die film als eerste kijkt, dan denk je wel echt van, dit is fucking vet. Ja. Maar als je het gaat vergelijken met wat voor Impact Winter Soldier heeft, precies. Dan ga je wel anders even... Nee, het is ook een Iron Man versus 2 jet planes, though. Dat was best wel cool. Ik weet dat ik in de deal zat ook. Ik dacht van, dit is de shit. Die zouden ze meer mee moeten. Ja. Tank missile, ook fucking nice. Hmm. Tank zo. Pjoem. Bam. Heerlijk, ja. I like explosions. I am a but simple man. I am a simple man. I like the explosions. Ik wou net zeggen, maar dat vergeten. Die hele scène tussen Black Widow en Hawkeye, wie zich moet opofferen en wie niet, dat vond ik zo fucking cringe. Want het is heel duidelijk wie zich moet opofferen. Zo. Ja, maar dat betekent niet dat de karakters dat zou hebben. Ja, oké. Okay. Ja, fair enough. Hoe gaat zeg maar Hawkeye zich opofferen als hij zeg maar een vrouw en kinderen heeft en Black Widow niks? Nou, dat is tenminste niks meer wat Hawkeye ook heeft. Zeg maar. Nee.
Omdat je niet kan verwachten van iemand dat hij zichzelf opoffert. Hij kan, stel je voor dat de scène was geweest... Waarom is het oké om jezelf op te offeren, maar niet iemand anders? Ja, dat weet ik niet. I don't know. Maar stel je voor de scène dat Clint zei van... Dat ze allebei zitten van... Oké, één iemand moet zich opofferen. Ik wil dat Clint zo... Ja. Ga dan. Ja, ik heb kinderen. Dude, waar heb je het over? Dat is niet leuk. Nee, oké, dat is niet leuk. Maar ja. Op het moment dat zij zelf zegt... Yo, ik ben degene die moet zijn. Dat hij gewoon moet zeggen... Yo. Oké, misschien niet naar de eerste keer. Misschien naar de tweede keer. Oké, fair enough. Maar ze moet echt doordrammen. Toen ze daar hing... Terwijl dat was gewoon het moment op los te laten. Ja, dat... Sure, dan kun je... Als je er buiten staat en niet in die... Ik snap het wel. Ik snap het wel. Van, ik bedoel, en dat speelt natuurlijk voor Clint Barton. Hawkeye speelt ook wel mee van... Ja, maar ik ben totaal iemand anders geworden. Kan ik nog wel een vader zijn voor kinderen? Mm. Hij is al een global killing spree geweest. Fair enough. Voor alle mensen die in zijn ogen... Die het verdiend hadden moeten. Die er niet meer hadden mogen zijn. Het is best wel heftig. Ja. Ik bedoel... wat vertel, even kijken. War Machine zegt dan tegen Natasha helemaal aan het begin van de. Na de time jump, zeg maar. Zegt hij zo van: ja, we kwamen een drugskartel tegen. Mm. These people didn't even have a chance to pull their weapons. Dat is hard, man. Hij is daar gewoon naar binnen gegaan. Heeft iedereen doodgemaakt. Zonder dat ze überhaupt een kans hadden om zichzelf te verdedigen. Time to be a daddy. Ik weet niet, man. Ja, fair enough. Ik kan me vanuit Clint ook best wel voorstellen van... Ik wil gewoon dat ze leven. Maar ik denk niet dat ik daar nog bij kan zijn. Ja. Ik hoop dat ook terugkomt. Dat hij ook zoiets... Dat hele edgelord persona dat hij op zich heeft genomen. Ronin. Ronin. Is hij toch? Ja, Ronin. Ja. Ja. Cool. Ik moet wel zeggen, cool. Die scène dat hij in dat veld zit... En opeens is zijn hele familie weg... Dat was echt de shit. Ja. En niet de shit als zijn van superleuk, maar het was echt heftig. Het was gewoon, je draait je om en alles all is gone. Weg. Al, je alles, hele leven is weg. Alles is weg. Ja. Dat is echt... Hij, zo kan dat, want het waren vier mensen in totaal. Vier, zelfs van the odds. Maar gewoon, ja, dat is wat er gebeurde. Er zijn gewoon mensen die alles kwijt zijn geraakt. En dan kijk je ook naar Tony bijvoorbeeld. Die is niks van de belangrijke mensen is kwijtgeraakt. Ja, Pieter, maar... Ja, goed. Hij heeft een nieuw goed... Zijn leven was nu beter dan dat. Dat zegt hij ook. Ja. En dat is ook... Ja, die twee met elkaar moeten... Tony en Clint kunnen echt niet met elkaar praten daar. Nee. Want Clint is alles kwijtgeraakt. En Tony was heeft hij erbij? Hij was er niet bij. Het was alleen Black Widow en Steve. Maar op een gegeven moment hebben ze dus wel, moeten ze wel gaan praten. Want dan gaan ze allemaal... Dus ja. Die complete verschil van dat ene moment in history ervaren. Man. Ja. En dat is een natural disaster. You just lose everything. Of je wint heel veel, weet je wel. Ja. Dat kan, ja. Luck of the dice. Ja, precies. Ja. Waarom ga je onderaan een vulkaan ga je farmen? Omdat de land daar goed is. Dat is waar je het doet. Is de Hulk, of is Bruce Banner de Hulk? Is Bruce Banner in de... Professor Hulk heet hij? Zo heet dat, ja. Zo, okay. Is Professor Hulk dan ook minder zwak dan Hulk? Of is zwakker dan Hulk? Omdat hij niet echt boos wordt? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Hij zag er ook wat kleiner uit. Nou. Ja, dat gevoel had ik ook. Dus ik denk dat hij die oneindige scaling aan power... kwijt is. Ja, dat hij die kwijt is. Dus ja. Maar goed, being smart voegt ook al wat dingen toe. Namelijk dat je niet insane decisions gaat maken. Ja. Alleen maar omdat je boos bent. Ik bedoel, er zijn momenten dat Hulk echt heel grote fouten maakt. Omdat hij gewoon geen controle heeft. Dus ja, wat leef je in? Ik denk ja, dat het goed is. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk is het beter natuurlijk. Ja. Maar ja, ik vraag me wel af of er... want ik denk dat bijna nu, vanaf nu, Professor Hulk blijft. Vraag me af of er wel, als hij dus boos wordt, of Hulk dan zeg maar... weer overneemt. Of die minder controle heeft. Precies. Maar dat is wel interessant. Ja, ik hoop wel dat gebeurt. Zou ik wel cool vinden. Want ik vind de hele... Ja, maar dan zou eigenlijk in principe het all for naught zijn. Nou, nee. Want je hebt nu...
Hij heeft nu een betere baseline. Ja, precies. Ja, oké, okay, sure. Ja. Oké, okay, Betere baseline is beter, toch? Ja. Maar goed, het controle verliezen. Ik vind dat wel blijft een interessant karakter in mijn hoofd. Van, ja, het is van, je levert in, maar je neemt ook. En de Hulk is ook zijn eigen entiteit. Dat is best wel raar om twee stemmen in je hoofd te hebben. Hij gaat ook in de, dat heb je ook een beetje verteld. Hij gaat ook in de comics doet hij ook wat anders, toch? Dan gaat hij. Dan splits hij zichzelf. Je hebt het over Planet Hulk. Ja, Planet Hulk. Dat is ook wel verteld. Dat is super fijn. Ja, dus wat je een beetje ziet in Thor Ragnarok is zeg maar een combinatie van Planet Hulk. En wat andere comic books door elkaar. Planet Hulk komt erop neer dat. Basically the same. De Hulk wordt weggestuurd door de Illuminati, heette die. Dat is de groep van waarin de comics Iron Man, Mr. Fantastic, Namor, de Submariner. Wie is Namor? Namor is Aquaman, maar dan van Marvel. Is hij een Hellboy? Nee. Hellboy is niet. Nog Marvel, nog DC. Okay. Sorry, is niet Marvel wel DC op een gegeven moment geworden, maar nu weer niet meer. Maar goed, alle Professor Xavier, alle big minds zitten in big heads. Big heads die zitten in de Illuminati en die besluiten op een gegeven moment, we moeten de Hulk wegsturen, want het is een probleem. Mm-hmm. Hij heeft dan een groot aantal dingen verpest in één zo'n grote story arc. En dan sturen ze hem weg. En het idee was, we sturen Banner naar een hele fijne, rustige planeet. Waar hij gewoon zijn leven kan leiden. Super chill. Maar waar ze niet op gerekend hadden, is dat Banner wakker wordt. In de pod naar richting hyperspace. En ze van, ik vind het niet leuk. Ik word een beetje gefrustreerd. Dan komt de Hulk eruit en die begint gewoon alles kapot te slopen. Dus dat ding veert af en gaat richting een super savage planeet. Nou, daar wordt hij opgepakt. Dan wordt hij dus een gladiator. En dan leidt hij uiteindelijk. Het is een beetje een Ben-Hur. Hoe hebben ze hem opgepakt? Omdat ze daar allemaal hyper-tranquilizers en dat soort dingen. Ja, gewoon science en magic combined. Comics. Gewoon comics, daarom. Dan wordt hij dus ook een gladiator. En dan leidt hij alle andere gladiators. Leidt hij in zo'n soort van Spartacus, Ben-Hur-achtige rebellion. En hij is al die tijd is hij de Hulk. Ja, hij blijft de Hulk. Hij wordt niet Banner. Okay. Omdat hij constant boos is. En dan neemt hij die planeet over. En dan heeft hij zoiets van, met zijn enorm leger. En dan heeft hij zoiets van, ik ben nog steeds boos. Ik heb nu ruimteschepen, dus ik ga terug naar de aarde. En daar gaat hij. Dan ga je dus vanuit Planet Hulk naar World War. Hoe ontwikkelt hij dan die intelligentie om zo te gaan nadenken? Het is warlord nadenken. Dus het is het echt nadenken? Het is meer van. Hij moet in ieder geval zijn woede enigszins precies. Opschorten. Hij moet plannen. Ja, hij moet plannen. Ja, ja. Nee, dat ontwikkelt hij denk ik, omdat hij zo lang als Hulk kan blijven. Ah, ja. Er is ook geen doelwit meer voor zijn boosheid op Planet Hulk. Mm. Een PSK, ja. En dan gaat hij. Dan krijg je World War Hulk, wat mixed ontvangen is. Ik vond het heel cool. En dan gaat hij gewoon wraak nemen. En dan komt hij als Hulk terug. En dan met een war armada. En dan zegt hij van, oké, people of Earth, jullie hebben volgens mij iets van 10 minuten om de Illuminati op te geven. En anders ga ik huishouden. En je hebt een heel. Die zit nog niet in de MCU, maar je hebt op de andere kant van de maan heb je een society zitten. Ja, comics. Op de andere kant van de maan heb je een society zitten van Inhumans. En dat zijn. Humans, but in. Humans die een soort van gespliced zijn met Kree DNA. Daarom sterker zijn. Dat is Captain Marvel, toch? Dat is de bad guys van Captain Marvel. Kree DNA. Ik heb Captain Marvel niet gezien. Nee. Niet gezien? Nee. Dude, watch it. It's good. Okay. It's a good movie. It's a good movie. Dat was ooit gebeurd. En toen hebben ze deze research facility op de achterkant van de maan achtergelaten. En die Inhumans die hebben, zijn zichzelf gaan ontwikkelen. En dan heb je een van de sterkste karakters in de MCU rond de aarde. Dat is Black Bolt.
En die heeft de kracht dat al het geluid wat hij uit wordt exponentieel versterkt. Zoals hij, als hij fluistert, normal people burst their eardrums, zeg maar. En dan heb je een moment dat hij dus Hulk landt op de maan. Want Black Bolt is ook een van de Illuminati. En dan zegt, dan zie je zo in de comics, zie je zo ook fluisterend leave. En dan zo enorme shockwave. En de volgende shot is dat hij dus tegen mensen van de aarde zegt van, ik wil de Illuminati hebben. Want anders gebeurt het dit match. En dan heeft hij Black Bolt vast, beat to pulp, helemaal kapot. En dat is echt zo'n moment van, dat je Black Bolt aan kan, betekent dat we een probleem hebben. Want dat was zeg maar een van de grote dudes die Planetary Defense doen. So, I really like the comic, maar ik snap dat sommige mensen denken van, het is een beetje net als Endgame, het is een beetje service. Zo'n what if. Wat nou als de Hulk de aarde zou kapot zijn? Hoe kunnen we een reden vinden zodat hij dat wil? Ja, precies. En hoe kunnen we het doen dat hij het niet in zijn eentje doet? Daar vond ik ook, Kork is dus een van de dudes die ook een van zijn admiraals in Planet Hulk ook. En Meek, die, dat wormbeestje wat hij bij zich heeft. Ja, van Thor. Van Thor, ja. Is echt zo'n chaotische evil dude die ook gewoon dingen dood wil hebben. Maar hij heeft een hele grote arc in Planet Hulk. Die super hard naar mijn hart staat. Want het is een runt of the litter. En hij wordt zeg maar uiteindelijk de baas van de company of zijn race. Oh, leuk. Dus hij heeft echt zo'n enorme groei, waardoor hij ook zeg maar fysiek verandert, omdat hij de baas wordt. En het is really cool. En ik vond het een beetje jammer dat hij nou bij Thor hoort. En gewoon een comedy guy is. Ja, precies. Dus ik hoop dat ze nog meer met Meek gaan doen, maar ik denk het niet. In ieder geval buiten van, ik heb een robot suit waarmee ik mensen steek. Heeft hij een robot suit? Ja, volgens mij wel. Want hij is een worm. Hij heeft geen limbs en zo. Ja? Dus hij is eigenlijk, hij zit gewoon in een suit al constant. Ja. Mecha. Ja. Mini mecha. Oh, volgens mij wel. Don't quote me on that. Nou ben ik aan het twijfelen. Maar ja, zoiets. Dus er zitten een heleboel dingen in de comics die ik graag had willen zien. Maar ik ben heel blij met hoe deze laatste 10 jaar Marvel zijn geweest. Ik kan niet klaar. Cool. wat hoop je van Phase 4? Want daar net erover, ja. Ik dacht zo, ja, een beetje wat gaat gebeuren. Volgens mij niet. Volgens mij weet niemand dat ook. Of in ieder geval, ja, ik denk dat de big wigs bij Disney dat wel weten. Of in ieder geval ideeën hebben. Maar wat zou je willen? Ja, wat zou echt iets vet zijn uit de comics? Of wat dan ook? Ja, ik wil heel graag dat Venom terugkomt. Want Venom is een van mijn persoonlijke favoriete welke Venom? Villains, anti-heroes. Welke Venom? Flash Thompson Venom. My man. Flash Thompson is de bully van Spider-Man, die uiteindelijk groot fan wordt van Spider-Man. Ja. Maar hij is nu iets te jong in de MCU, helaas. Op een gegeven moment wordt Peter Parker ouder, en dus Flash Thompson ook. Heeft een super nare jeugd gehad. Zijn vader slaat hem en zijn moeder, en ze zijn best wel arm opgegroeid. Vader ook super alcoholist. En hij wordt daar een beetje meegetrokken totdat hij het, daarom is hij zijn eikel in high school. Dan krijgt hij het voorbeeld van Spider-Man. Daar gaat hij het leger in. Gaat hij volgens mij een paar tours doen, en op een gegeven moment verliest hij zijn benen. Mm. Ja. En dan valt hij in een super depression. Alcoholist wordt hij zelf ook. Dus zit zijn hele... Dit komt allemaal in de Venom film niet voor, nee, toch? Nee. Ja. Nee. Want daar is het ook, niet Flash Thompson, daar is het... Eddie Brock. Eddie Brock, ja. En op een gegeven moment wordt hij gekozen voor... Dus hij wordt ook alcoholist, wordt ook een wife-beater, vriendin-beater dan. Maar hij heeft nog steeds een best wel goede relatie met Peter Parker. Dus ze proberen hem eruit te trekken, en het is heel moeilijk. En hij improves, en op een gegeven moment dan krijgt hij de optie van het leger om een soort van secret operative te worden. Maar om dat te doen wordt hij gebound aan de Venom symbiote. En de Venom symbiote voedt op negatieve emoties en creëert negatieve emoties.
oh man, het is zo naar en zo goed. Ik word daar zo... Maar is de symbiote... Leg even uit wat dat is. Ja, de symbiote is een evil ding. Het is een... Het, ja, kun je een... Het is barely sentient. In ieder geval verschilt. Maar het heeft wel een sentient sapiens-achtig ding. Dus het weet wel wat het doet. Maar tegelijkertijd, ja, het voedt op negatieve emoties. Ja, dat klinkt best evil. Maar als dat de manier is hoe je jezelf voedt. Hmm. Dus, ja, weet je, als het enige wat mensen zouden kunnen... zeg maar, alleen maar vlees zouden kunnen eten. En niet groenten. Ja, is het dan evil om dingen dood te maken... om jezelf te voeden. Ja. Kun je over spreken. Symbiote is, ik denk, niet per definitie evil. Het is in ieder geval wel heel naar. Voor onze begrippen, zeg maar. Mm-hmm. Voor onze moraliteit. Het komt van een of andere buitenaardse planeet. Tijdens Secret Wars vindt Peter Parker de symbiote. Gaan ze een beetje tests op hem doen. En dan bouwt hij zichzelf aan Peter Parker en daardoor wordt hij sterker. Ja. Zowel fysiek, maar ook zijn webslinging en al die dingen worden beter. En daarom neemt... het doet zo'n ding dat het zichzelf... het latcht een soort van aan je consciousness vast en het zorgt er ook voor dat je er niet van af wil. Dat zie je in Spider-Man 3, zie je dat best wel goed. Want hij echt problemen heeft met deze tweede stem in zijn hoofd die... Ja, hij wil dat, maar wil hij het echt? Nou, er zit zo'n mind control-achtig aspect aan. Dus hij neemt het mee naar de aarde. Dan op een gegeven moment scheidt hij ervan, omdat hij het niet meer wil. En dan bouwt het zichzelf aan Addie Brooke. Hoe het dan precies in de handen van de US government komt, is niet helemaal duidelijk. Maar dan wordt het dus gebouwd aan Flash Thompson, die dus echt een super moeilijke... moeilijke tijd heeft en gebonden wordt aan iets wat zijn negatieve emoties versterkt. Mm-hmm. En dat is echt heel cool. Die struggle te zien van wie ben ik? Want het geeft hem ook dingen, weet je. Hij kan weer lopen als hij het pak aan heeft. Dat is super lijp. Hij kan lopen, hij krijgt een power. Het is elke keer tijdelijk. Hij krijgt een power-up, het is elke keer tijdelijk. Want je kan maar zo lang gebonden zijn, of aan hem vast, aan de symbiote zitten, totdat het zich echt aan je bindt. Dus die tijd wordt carefully gemonitord, maar op momenten gaat hij... Door de experiment... Government, zeg maar. Dan gaat hij op een gegeven moment... Moet hij rook gaan, omdat hij anders niet het probleem kan oplossen. Of ja, hij krijgt ook sedatives mee om zichzelf tot rust te brengen. En daarmee de symbiote ook. Dus het is echt een heel interessant ding. Vet. En hoe heet deze comic? Dit is Venom uit... Agent Venom, ja, maar het is gewoon Venom. Heet de comic run. En het is van Daniel Way uit mijn hoofd. En op een gegeven moment laat Way het los. En dan wordt het een stuk minder. Maar dat is nog steeds wel interessant. Maar de arc die Way beschrijft... is echt die arc van dat hij super depressief is. En nou ja, hij zit best dicht bij Let's Just End It All. Dan krijgt hij die optie. En... die struggle met wie ben ik en wie is de symbiote en wat ben ik zonder de symbiote. Het is gewoon super good dog, precies. Het is best wel edgy, maar tegelijkertijd, ik vond het wel, het is niet gewoon dark om het dark zijn. Er zat echt wel ideeën achter van, en hij probeert ook, dan op een gegeven moment probeert hij zich dus ook los te verrikken van zijn ding. Maar dan komt hij dus weer in zijn eigen super shitty life. Van, ik heb geen benen, mijn vriendin heeft me verlaten. En weet je wel, het enige wat ik eigenlijk nog heb, is de vrijheid van in de dingen zitten. Hoor je dat? Ja, dat hoor je best wel. Ja, ik ga vragen over de achterkant. Ja, is goed. En dan gaat het opnemen dan nu? Of? Ja. Onafgebroken. Ja. Oh ja, dat is waar. Ja. Ja, ik hoop echt dat ze met Secret Agent Venom komen. Dat zou echt super vet zijn. Het zou vet zijn, ja. Maar... Dan... Ja, sowieso. Ja. Huh?
Ja, dat ik het echt super vet zou vinden als Secret Agent Venom zou komen. Maar dan, ja, dan zouden we het ik echt... Ik vind Venom ook gewoon een fucking vette karakter. Ja, ja, ik ook. Die symbiote. Ik moet wel zeggen dat ik de Venom film vond ik... Ja. Niet helemaal, hè? Nee, het was het gewoon niet helemaal. Ik had wel een ja... Er zaten echt goede momenten in. Ik heb me vermaakt tijdens de film, sowieso. Dus ja. De film is vermakelijk. Maar ja, op een gegeven moment zit er dat moment in dat hij dan zo... dat hij zich dan toch weer bindt aan Eddie Brock en dan zegt... No, Eddie, we're gonna do this together of zoiets. En dan zo... Heeft Marvel Venom eigenlijk? Nou, nu dus niet. Nu weer wel, ja. Nu wel. Maar die film die uitkwam, was dat van Disney? Dat weet ik niet. Dat was zo, ja, dat is de laatste Sony film. Weet je wat, ik bedoel, ik zou... Ik vind... moet je wel zeggen, ik hou van... wow, wat is het name? X-Men? Nee, de acteur van Venom. Tom Brady. Ja, ik vind hem cool. Goede, ik vind hem van... Brady? Wow. Sorry. Nee, dat is de... Dat is de voetballer. De rugby. De American voetbal. Ja, ja, ja. Oh ja, wacht. What the fuck? Ik ben zijn naam vergeten. Nee, ik ook. Wow. Zoek het even op. Wat ik zo vet vind aan de symbiote is dat zulke parasieten gewoon bestaan in real life. Ja. En dat ze gewoon motherfuckers overnemen, insecten overnemen en gewoon... Ja, je hebt even die Tom Hardy natuurlijk. Tom Hardy, ja. Jongen. Maar je hebt het over die mushrooms die... Er zijn mushrooms, maar er zijn ook echt parasieten die echt gewoon mieren overnemen, ook vogels overnemen of gewoon dieren overnemen en zichzelf gewoon laten suiciden. Zodat creepy, de larven van die parasiet zich naar buiten kunnen eten. Ja. En verder kunnen leven. En natuurlijk komt er dan een ander wezen. Ja, die eet hem ook op. En dan zo gaat hij verder. Ja. En er zijn ook ideeën. Oh, dat met een paar mogelijke mutaties. Dat zich ook op mensen zou kunnen. Ook op mensen zou kunnen. Ja, dat is echt eng. Dat is echt een heel eng idee. Ik wil daar zonder niet de superpowers, hè? Gewoon het idee dat je mensen niet meer kan vertrouwen. Op wat ze aan het doen zijn. Zo van... Ja, ik vind dat... Body snatchers, ja. Ja, kijk, dan is natuurlijk de vraag hoe advanced kan deze parasiet zijn en hoe advanced kan het mensen gedrag nadoen. Weet je, is het niet super obvious? Want zelfs voor mieren is het super obvious. Ja, maar het ding is niet dat die parasiet aan alle touwtjes zit te trekken. Nee. Die beïnvloedt gewoon bepaalde systemen in het lichaam, waardoor je zelf die keuzes gaat maken. Zou bijvoorbeeld kunnen. Dus die parasiet hoeft dat niet te doen. Die hoeft alleen maar toevallig de juiste snaar te raken. En dan wil jij zelf... jezelf van kant maken. Ja, ja. Oh man. dat is echt super depression gewoon. Ja, dat is echt... The Happening. Ik heb niks zien. Nee? Nou, spoilers voor jullie, The Happening. Voor mij is dat in The Happening is dat je dan opeens gaat vet veel mensen maken zichzelf van kant. Oh, ja. En dat zie je ook dat ze zeg maar een soort van verandering in gedrag is. En dan gaan die mensen zichzelf van kant maken. Springen van gebouwen af, voor verkeer in. En dan blijkt het uiteindelijk zo te zijn dat het fucking planten zijn die klaar zijn met mensen of zo, weet je wel. Maar dat idee... Wat? Ja, maar dat... Oh, Stephen King, toch? Volgens mij wel. Ja, ja, oké. Okay. Maar nu ben ik heel erg aan het invullen. Ja, ja. Maar het idee, totdat je een uitleg krijgt, is best wel angstaanjagend inderdaad. Dus je weet gewoon niet... Waarom doen al deze mensen hyper Sudoku? Ja, precies. Ja, dat is echt... Maar... Dat is echt trouwens voor niemand begrijpelijk. Hyper Sudoku. Ja, in joke, Sudoku is... Een ander woord voor suicide. Ja, precies. Het is een meme woord voor suicide. Maar we kunnen het wel over parasieten hebben, maar er zijn ook genoeg theorieën of argumenten te maken voor het idee dat ideeën zelf ook op mensen kunnen parasiteren. Ja, ja, ja. Ik bedoel, er zijn mensen nu in Syrië die andere mensen afmaken en slaven nemen, omdat een idee hun fucking hoofd heeft ingenomen. Ja, precies. Dus eigenlijk... De doom is already upon us. Nu we het daarover hebben, dat had ik ook bijvoorbeeld met Ultron. Dat heb ik een beetje sowieso met alle AI-films. En misschien is het een beetje een limitatie van narratief in het algemeen. Dat er altijd een AI is die wij op de een of andere manier kunnen begrijpen. En zich voordoet als een singuliere entiteit die met ons in gesprek gaat en ons van kant wil maken. Ja. Maar... als er echt een soort van distributed AI ontstaan zou moeten worden, is er geen enkele reden waarom wij ooit met dat ding op een of andere manier kunnen communiceren. Of dat het een soort zelfde bewustzijn zou hebben zoals wij. Dus de echte angst die je voor AI moet hebben, is of het misschien al bestaat en op de een of andere manier al
ons hele leven aan het bepalen is. Of in ieder geval ons leven zo inzet dat... terugkomend op Metal Gear Solid, though. Die had de eerste een AI die geen persoonlijkheid had. En dat was super interessant. Want die maakte bijvoorbeeld... Die had het idee was dat die informatieflows zou beheersen, omdat hij daarmee mensen kon beïnvloeden. En toen kwam hij erachter dat de beste manier om dat te doen, door gewoon allemaal dingen uit te proberen, door economische shit te beheersen. En dat was het beste te bereiken door proxy wars in te zetten verre gebieden waarbij... Ja, waar olie is of dat soort. Maakt niet zoveel uit. Als maar mensen met elkaar willen vechten. Ja. Ah, cool. Er moet wel gezegd worden, voor Ultron is het ook deels omdat de Mindstone niet alleen een mind geeft, maar ook emotie. Ja, dat is een goede inderdaad. Ja, want de laatste Ultron, die voelt, dat zegt Vision ook, van die voelt daadwerkelijk angst. Ja. Dus, maar hij wordt dus menselijker, want dat is ook inderdaad een ding in de film, door die Mindstone. Ja, onder andere. Ja, doordat dat ingeprogrammeerd zit, zeg maar. Hmm. Ja, want het is zeg maar een programma. Tony Stark heeft hem samen met Bruce Banner een rudimentaire AI geschreven. Wat betekent rudimentair? Dus een minder advanced. Dus het is een. Rudimentair is beginnend AI, zeg maar. Net zoals Jarvis is. Jarvis is ook een AI, maar het is niet AI zoals we AI vaak zeggen. En. Dat supercharge die door de Mindstone te gebruiken, of in ieder geval de scepter. Mm-hmm. Op dat moment weten we nog niet 100% zeker dat de Mindstone is. Dat proces versnelt hij en vergroot hij met de Mindstone. En daar ontstaat dan Ultron. Mm. En die begint te leren over de mensheid en ziet dan van, dat is allemaal super naar. Maar volgens mij is het wel, voor zover ik het begrijp in ieder geval, is het wel het idee dat de Mindstone dus niet alleen mind geeft, maar ook emotie. Want Vision voelt liefde voor Scarlet Witch. Vision heeft emotie. Vision is worthy. Dus hij heeft een moreel kompas. Waarom is... dat kan niet erger zijn om worthy. Inderdaad, want Steve... Hij heeft een goed moreel kompas. Sorry, ja. Maar, dus, wat betekent dat hij een moreel kompas heeft? Wat betekent dat er... Maar alle Avengers hebben een moreel kompas. Ja. En alleen Steve Rogers en Vision kunnen de hamer tillen. Ja, omdat zij de enigen zijn die worthy zijn. Kijk naar de rest van de Avengers. Tony Stark. Nee. Tony Stark heeft een moreel kompas. Hoe kun je zeggen dat hij geen moreel kompas heeft? Niet een goed moreel kompas. Huh? Ja, hij heeft een... Natasha Romanoff, een assassin, weet je wel. Ja. Die dingen worden allemaal meegenomen. Ja. Ik denk ook een groot deel waarom Vision worthy is omdat hij net geboren is. Fair enough, ja, oké. Okay. Ik denk dat heel erg meehelpt. Ik snap dat er groot verschil is tussen Vision tussen Vision en Steve Rogers en de rest van Avengers, omdat zij... Maar je zegt een moreel kompas, maar volgens mij is het iets van puurheid of iets dergelijks. Ja, ook. Ja. En dat is wel echt een heel ander... Ja. Maar goed, ik bedoel, Steve Rogers heeft ook mensen... Gepopt, ja. Maar dat waren nazi's. Ja, en die zijn pure evil, as everybody knows. Al die mensen... Ja, oké, laten we daar niet op ingaan. Maar... Dat is wel mega political. Ja, precies. Nee, maar al die... Ja, ik bedoel, nazi's in The First Avenger waren allemaal evil, capital E. Ja. Ja, goed, oké. Het is makkelijk, het is Amerikaans. Ja. Het waren ook niet beheerst door iets of whatever. Nee, waren gewoon mensen. Het waren gewoon mensen. Die allemaal evil waren. Ja, die aan de verkeerde kant geboren waren. Nee, ze waren allemaal evil. Het waren ook niet normale nazi's, hè. Het waren super evil Hydra-nazi's. Oh ja, want dat is ook nog... Want Hydra zit achter de nazi's? Of Hydra is ontstaan uit dat occult geïnteresseerde tak van... Oh ja, maar dat hadden de nazi's wel echt, hè? Die dat is wel echt cool. Ja, bedoel... niet echt cool, maar... Ze hadden daar wel ideeën over, maar dat hebben ze ook wel vrij snel losgelaten, volgens mij. De nazi's of de nazi's. Ja. Want er is gekeken naar, zijn er ook heel veel dingen die we kunnen gebruiken? En toen kwam men er vrij snel achter, volgens mij. Nee. Niet echt. Dus ja, volgens mij heeft dat programma wel het grootste deel van Derde Rijk bestaan, maar... heel licht funded, zeg maar. Ja,
klein van opvang. Ja. Niet zoals in de First Avengers, waarin ze gewoon infinite money tot hun beschikking hebben. Het is wel nog iets wat we over Thanos moeten zeggen, trouwens. Want de vraag was, wat heel veel gesteld is, waarom heeft hij niet gewoon de resources gedubbeld? Ja. Of het universum verdubbeld? Ja. Ik heb het een en ander daarover opgezocht, want dat was een heel goede vraag namelijk. Ja. En daar hebben we het ook heel lang over gehad. Ja. Echt heel lang. Een van wat volgens mij, ik weet niet of de Russo Brothers of Josh Brolin het gezegd heeft, maar een van de redenen die ze gaven was van, had hij gewoon niet aan gedacht? Ja. Want hij is gewoon zo'n guy die daar niet aan denkt. En het boeit hem niet om een leven te redden, het probleem moet gewoon opgelost worden. Dat zie je heel duidelijk terug in Endgame. In Endgame. Ja. Maar er zijn wel wat mensen geweest die wat beter over nagedacht hebben, vond ik. Mm-hmm. En een van de redenen is dat Thanos... dat tenminste, als je de resources verdubbelt, leren de levende wezens niks. Nee. Sterker nog, het gaat alleen maar erger worden, want ze gaan zich alleen maar sneller voorplanten, want het wordt makkelijker voor hen. En wat heb je te doen als je niks te doen hebt? Ja. Elkaar. Ja. Dat is een mooie zin. Dat is een heel mooi, een mooie opgezette zin. Ja, ja. Karel. En, shit, wat ook de... en één, zijn punt was niet om levende wezens te redden, zijn punt was om het universum te redden. Ja. En twee, door ze zo'n enorme klap te geven, was het in ieder geval mogelijk dat ze daar iets van zouden leren en iets beter hun best zouden doen, in zijn ogen, om goed met het universum om te gaan. Dat is waarom hij het ook besprak met niemand. Precies. Wat? Hij bespreekt het met niemand. Hij zegt tegen de aarde van, dit is de reden dat ik het ga doen, of niet? Ja. Niet eens echt tegen de aarde, maar meer tegen de Avengers als ze hem tegen willen houden. Op Titan zegt hij dat. Ja, ja. Tegen de vier mensen die daar zijn. Ja. Hoe de fuck moet het universum daar iets van leren? Okay, de helft van de mensheid sterft uit. Stel, we hebben het niet over de aarde. Stel, wij leven op, weet ik veel, Kree of zo. De helft van de mensen gaat gewoon dood. Verdwijnt. Learning point. Nee, niemand weet het. Het doet pijn. Ja, het doet pijn voor de overgebleven. Ja, precies. Maar wat is de reden dat het gebeurd is? Niemand weet de reden dat het gebeurd is. Want hij zegt het tegen vier mensen op Titan. Ja. En gaat daarna en doet het dan. En gaat dan weg. Okay, fair enough. Maar dus er is niet een learning point. Aan de andere kant is ook wel van, oké, hij komt daar. Hij legt het uit. En het enige wat zij allemaal zeggen, no way we're gonna kill you. Ja, ja. Dus, ja, fair enough. Maar hij heeft infinite power in the palm of his hand. Waarom komt het niet gewoon... Ik bedoel, hij kan zichzelf teleporteren overal waar hij naartoe wil. Waarom kan hij niet, zeg maar, gewoon een bulletin uitzenden van, hey jongens, dit is waarom iedereen dood is. Ja, ik bedoel, dus je kan dat niet als argument... Wat zeg je? Als je echt een les wil leren. Ja, precies. De argumentatie van, hij doet dat om zo te zorgen dat iedereen er iets van leert, is gewoon onzin. Ja, maar dat is geen goed punt. Maar het punt dat het niet gaat om de levende wezens, maar op het universum zelf, die blijft nog steeds staan. Ja, sure. Maar het enige wat we doen door overpopulatie is onszelf moeilijker maken. Het universum gaat niet dood. Als de mensheid de aarde zo verneukt dat ze er zelf niet meer kunnen wonen, dan is de aarde er nog steeds. Ja, oké, fair enough. Ik ben met je eens. Ik ben met je eens. Alleen even ervan uitgaan dat hij daarin wel gelijk had. Maar oké, dan wordt het... Ja, oké, fair enough. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja, dat is het probleem. Want hij zegt van, ik wil het universum redden. Maar ik wil ook dat het dankbaar is. Oké, dus dan heb je levende wezens nodig. Want anders... Dat is wel een ander punt. Maar goed. Maar het universum bestaat voort. Wij maken het universum niet kapot. We maken ons eigen leefgebied kapot. Hmm. We maken het steeds moeilijker. Doordat we elkaar blijven doen, zeg maar, maken we het steeds moeilijker voor ons om door te leven. Hmm. Dat is meer een ons probleem dan een zijn probleem. Zeker als je het op een kosmische schaal bekijkt. Want wat is op een kosmische schaal de extinction van de dinosaurs? Helemaal niks. Nee. Maar dan zeg ik ook, ik ben het met je eens... In de echte wereld. Ja. Alleen ik ben niet met je eens in de wereld van het verhaal. Ja, klopt. Maar ik zie niet hoe overpopulatie... Dan is het gewoon niet uitgelegd hoe overpopulatie ervoor zorgt dat het universum kapot gaat. Klopt. Ik weet wel hoe dat is trouwens. Hoe wat is? Hoe dat een probleem is. Je hebt namelijk... Ik spreek mezelf tegen. Want je hebt op een gegeven moment een comicbook reeks. En dat gaat over de Cancerverse. Ja. Waarin... mensen letterlijk voor gezorgd hebben... Mensen, de beings daarin... er letterlijk voor gezorgd hebben dat de dood ophoudt.
Ja. En dat universum barst uit zijn voegen. Dus mijn, ja. Ik ben nu, ik heb mijn eigen punt kapot gemaakt. Dus als mensen niet meer doodgaan, wat gebeurt er dan? Ja, overpopulatie wordt zo erg dat ze andere universa ingaan om daar dingen te halen. Oh, oké. Okay, dus als een universum te vol wordt, ja, dan gaan ze naar een andere multiverse, zeg maar. Ja, ja. En dan gaan ze dus naar onze... Thanos was right all along. Ja. Ik weet het. Nee, maar dat zou ik kunnen zeggen, maar ik weet niet meer zo goed wat ze precies komen halen. Maar het is een... De Cancerverse is een rare verhaallijn. Wat gebeurt daar precies in dan? Ja, dus dan komen ze dus achter dat er een Cancerverse is, omdat de dood daar weg is. En dan moeten ze dan samen gaan werken met Thanos om te zorgen dat de dood daar terugkomt. Omdat de Avatar of Death is daar doodgemaakt en ze hebben ervoor gezorgd dat er geen nieuwe kwam. Het is echt lang geleden dat ik dit gelezen heb. Ik kan het wel opzoeken, maar okay. Ja, ik denk dat dat een beetje te lang duurt en niet echt interessant is voor de luisteraars kijken. Dus in zekere zin, als dat hun idee was, ik denk het niet, maar als dat hun idee was, dan had Thanos in zekere zin gelijk. Maar er is een verschil tussen groei en kankergroei, zeg maar. Want kanker gaat niet dood. Mm-hmm. Terwijl... Het is een verschil tussen de dood weghalen en overpopulatie. Ja. De dood weghalen levert een heel groot probleem op. En overpopulatie lost zichzelf, zoals we besproken hebben, uiteindelijk op. Ja. Zoals op Titan bijvoorbeeld, waar hij vandaan komt. Al die mensen hebben zichzelf kapot gemaakt. Alle Titans zijn weg. Titans als in de mensen van Titan. Hmm. So what's the... On the cosmic scale, what's the problem? Ja. Vind je de suffering erg? Waar maak je mensen dood dan? Dus van, snap je wat ik bedoel? Ja. Zijn hele... Ik vind hem interessant, maar zijn hele point is flawed. Dus uiteindelijk denk ik dat de beste oplossing is, hij heeft er gewoon niet aan gedacht. Dat denk ik. Dan vind je toch een betere oplossing? Dan vind ik nog de beste oplossing voor waarom die niet zijn resources... als je zijn... En als het eruit gaat het even niet zo dat wel gewoon kunnen. Ja, ja. Nou ja, ik zou niet zien. Nou, ik zeg niet dat ze oneindige resources kunnen maken, maar ik denk dat ze op zijn minst wel de resources kunnen verdubbelen. Of, weet je wel, teleporteer mensen... Of gewoon de mensen minder hongerig maken. Bijvoorbeeld. Weet je wel, alle levende wezens. Ja, precies. Weet je wel, maak de universe makkelijker. Space fairy, zeg maar. Van, zorg ervoor dat alle societies waarin overpopulatie een probleem aan het worden is, of alle planeten waar overpopulatie een probleem is, maak dan, zorg ervoor dat je gewoon een aantal van hun naar een andere planeet stuurt. Ja, er zijn zoveel oplossingen. Het rare is alleen ook, wederom, zeg maar, er is een verschil tussen dat het universum overgepopuleerd raakt, dus dat, weet ik veel, elk stukje van het universum vol zit met mensen, of dat planeten vol overpopuleerd raken. Ja, want als een planeet overpopulatie heeft, dan is het een goed idee om spacefaring toe te voegen. Ja, precies. Maar als het probleem is dat het universum overbevol raakt, dan is dat geen goed idee. Nee, precies. Maar is dat zo? Want het werkt ook niet zo. Nee. Ja, maar je kan eigenlijk niet het probleem van overpopulatie op een planeet extrapoleren of projecteren op overpopulatie op in het universum. Want hij gaat naar een planeet toe en daar is niemand. hij zegt dan zo, jullie hebben allemaal problemen op jullie planeet. Ik ga naar mijn privéplaneet en dan ga ik lekker fruit eten de hele dag door. Zo had hij niet de helft daarheen. Nee, als van, weet je wel, dit planeet moet ik pijn lijden. Precies, dit is mijn martelaarsplaneet. Dit is waar ik super sad gaan zijn en crippled, omdat ik zo cool ben geweest voor de... Ja, nu moet ik denken aan Kyle in South Park, die dan super heavy gaat inhakken op... Dus wat ik doe is echt belangrijk. En niemand mag weten waarom het zo belangrijk is. Verschrikkelijk. Maar ja, dus ik denk dat er een heleboel meer oplossingen waren dan die Thanos bedacht had. En misschien vindt hij het ook gewoon heel fijn om mensen dood te maken. Misschien dat toch nog wel doorspeelt. Precies, ja. Hij is ook best wel goed in. Hij is ook goed in. En hij heeft natuurlijk nooit wat anders gekend. Nee, misschien. Uiteindelijk is hij wel daarin opgegroeid. Ja, ook in de MCU volgens mij. Volgens mij, er was War op Titan volgens mij inderdaad. En natuurlijk ook, kijk, hij had toen een idee en niemand luisterde naar hem. En
En dan denk je ook wel van, ja, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Nee, precies. Ja, fair enough. Maar ja, op een gegeven moment, hij is al jaren mee bezig. Dat er niemand is die op een gegeven moment zegt van, ik snap het probleem, maar die planeten zijn allemaal niet populated. Weet je wel? Van, als we op een gegeven moment superpowers krijgen, kunnen we die planeten niet populable maken, zeg maar? Dat er zuurstof is of zo? No! Ja. Wat ik trouwens afvragen is, heeft die Snap ook zijn mannen getroffen? Dat vraag ik me ook af. Ja. Moet wel eigenlijk. Hij dat, moet... Als hij eerlijk is, ja. Ja. Misschien is hij daarom alleen op het einde. Dat kan ook, ja. Ja. Omdat zij... je ziet het niet gebeuren, maar... Het kan natuurlijk, als het random is, kan het zo zijn dat niemand van zijn troepen geraakt is. Ja. Dus of die geraakt zijn of niet, dat is geen reden om te zeggen dat hij daarvoor gekozen heeft. Nee. Maar het zou interessant zijn of hij daar als beloning of voor hebben voor ja, hun... Ja, precies, ja. Voor hun en dan wordt het weer heel cru, weet je wel. Ja, want het is allemaal één ras, dus... Ja. Wie gaat er op zijn shit callen? Van, hey, maar jou is niemand dood. Gaat zo, ja, luck of the draw. Dat staat een dice roll. Whoopsie. Ja, nee, dat... Wat? Oh, ja. Kom op, guys, we gaan naar het park. ja. Hij heeft dan allemaal kinderen gemaakt, weet je wel. Of kinderen geadopteerd. En niemand neemt die mee naar de dingen ook. Naar zo'n dingen. Dus want... Hij is niet echt super... Hij is niet echt aardig. Nee, niet echt een aardige jongen. Dat sowieso niet. Dat is geen aardige persoon. Ja, ik vind het ook wel interessant, want zeg maar, wanneer de snap gebeurd is het probleem niet echt opgelost. Want er zit nog steeds een army. Hè? In Infinity War eindigt met dat er een enorm leger komt om Wakanda kapot te slopen. Nou, stel dat daar maar de helft van overgebleven is. En iedereen, al die mensen die zitten zo van, oh nee, al mijn vrienden zijn dood. En dat leger leek niet super feest te zijn door alle vrienden die kapot gingen. Dus... Ja, wat is daar gebeurd eigenlijk? Ja, precies. Weet je, dat is wat ik probeer te zeggen. Van, Thanos doet dan zo, snap, iedereen dood. Oké, cool. Ik boek hem, houdoe, en die gaat weg. En dat leger van Rage Beasts loopt nog steeds rond. En misschien is het gehalveerd. Het is nog steeds een leger van Rage Beasts. Maar ja, dat zie je nu. Nee, precies. Die resolutie zie je nooit, wat daarmee gebeurt. Nee. Maar ik denk wel dat je vanuit kan gaan dat Thor ze wel makkelijk gepakt heeft. Ja, ja, sure. Ja, maar je ziet het niet, van spelen. Ja, precies. Inderdaad. Zowel, ja. Ja, dat is wel... Maar die endgame, toen iedereen van Wakanda en zijn moeder en zijn dochter en... Pats in haar arme Iron Woman suit kwam. En tegen, dat was wel echt de shit. Ja, ik wil echt nog een keer zien. Gewoon alleen maar om op de achtergrond te letten in die scènes. Want ik wou... Howard the Duck zit erin. Ja, I know. Ja, dat is echt lijp. Ik had niet verwacht dat ze daarop terug zouden komen. They did. Hoe zit het terugkomen? Ja, hij zit in een after credit scene van Guardians of the Galaxy, volgens mij. Guardians of the Galaxy, ja. Ja, precies. Dan zit hij samen met The Collector. En dan is hij sigaar aan het roken. Dan zit hij op, joep. Als van, joep. Wel, dat is vervelend dat al je shit kapot is. Maar het is echt debiel. Maar op een gegeven moment, ik was op een gegeven moment, besefte ik me dat ook. Van, ik moet meer op de achtergrond ook gaan letten. En op een gegeven moment zie je dus Giant Man, zo'n Leviathan, zo'n enorm beest, door zo'n slingportal heen duwen. Naar iets wat er echt heel naar uitziet. Dus, weet je wel, dat soort dingen. Want de achtergrond is volgens mij meer aandacht aan besteed dan dat technisch gezien noodzakelijk was, zeg maar. Ja, volgens mij hebben ze daar echt abnormaal veel geld in gestopt. Ja. Ik vind dat echt cool. Ik vond, er zaten zoveel goede dingen in. Instant kill mode van de Iron Spider suit. Dat hij... Oh ja, kill mode eigenlijk. Ja, al die dudes gewoon... Ja, prachtig. En iedereen die er rondvliegt, op het moment dat ze Spider-Man, zeg maar, ferryen naar de plek waar hij heen moet. Dat is good stuff. Echt good stuff. Sowieso, alle scènes van Spider-Man vind ik ook wel heel mooi. Websling, wat ik doe. Het is vroeger wel dat ik ook Spider-Man ben. Dat is nog wel Spider-Man.